Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Bom, 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 bom. Wij zijn zelden van onwaarheden beticht. Bom, 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 bom. En wij zijn nog nooit voor corruptie gespeeld. Dit is een uitlaan. Maat overzicht. Met uw gastheer, Lieven Scheire. Oh yeah. Een goedenavond, Arenberry. We zijn niet alleen vandaag. We zitten niet in een beschimmeld tuinhuis. Te staren naar elkaar. Jullie zijn erbij, dames en heren. We zitten hier klaar voor een live podcast. Een live Nerdland maandoverzicht. Het is vandaag 16 maart 2024. En we zitten in de Arenberg Schouwburg in Antwerpen. En we gaan ook gewoon terugkijken op het wetenschapsnieuws dat ons de voorbije maand het meest is opgevallen. En wij dat zijn... Bart van Beer. Hallo. Ja. Peter Berks. Kurt Behey. Nata Kergo. Marianne Verhelst. Hallo. Els Arutz. Hallo. En de enige echte Jeroba. En door deze voorstelling hebben jullie al iets gemerkt... Hetty is er niet bij vanavond. Hetty is ziek, Els. Ja. Oh god. Kleizielig voddeken op de zetel thuis. Oh god, heeft ze de man flu. Laat ons zeggen dat ik het niet heel erg vind dat ik hier ben vanavond. Oh. Ah. Het is beter dan de hele tijd warme theetjes brengen eigenlijk. Ja. Oh, zo ziek. Is daar een beetje aan het overdoen, Els? Ze is daar een beetje aan het overdoen. Ja, ze is heel veel aan het doen. Hè. De missietournee loopt nog. Het festival in volle voorbereiding op FTI, Flanders Technology Innovation Festival, gaan wij van alles doen. Dus, en die drugsverslaving daarbij, dat is ja, voilà. Heel zwaar. Wel, maar het is dat al zwaar. Daar, ja, ja. That kept her going until now. Maar, cocaïne ja, kan maar zoveel doen. Ja, voilà. Haar dealer is opgepakt en daarmee is ze er... Is ze er vanavond niet bij? We hebben natuurlijk nog een gast die we heel graag altijd aan jullie eventjes voorstellen op een live podcast. Maar dan moeten we heel stil zijn om zijn post-traumatic stress disorder niet te triggeren. En is hij aanwezig, dames en heren? We gaan eens kijken. Oh, daar is de Ponchki. Oh, Poncho en een kastaar. Prachtig. Dat is nogal iets, hè? Hij kijkt zeer wantrouwig naar jullie. Ja. Ik denk dat zijn die op het festival allemaal op mijn poot getrapt hebben, waarschijnlijk, denk ik. Voilà. Zeg, ik wil nog eens even iets zeggen. Hetty is er dan wel niet bij, maar ik heb er wel voor gezorgd dat ze er ook een beetje wel bij is. Ah, oké. Okay. Ah, oei. Ik heb namelijk dit gedaan. Als nu een keer iemand iets grappigs zou willen zeggen, dan kan ik dat gewoon even... Ja. Ja. Prachtig. Zo. Of bijvoorbeeld... Dat klonk niet als een lach. Ja. Wanneer heb je dat opgenomen? Oh, ja. Peter. Microfoon onder het bed doet veel, Bart. Mijn favoriet is wel deze, die ga ik mee naar huis nemen, denk ik. Oh god, je hebt gelijk. Oh. Vooral die verwondering. Misschien kunnen we een app schrijven, dat je die gewoon constant kunt... Els heeft er al veel tijd mee zitten spelen, waardoor wij al de hele namiddag denken dat Hetty er spookt in het gebouw. Ja. Je gaat dat merken. Ja. Ja. Je gaat dat merken straks. Die komt zo precies uit de muur. Zo. De Hetty of de opera is het eigenlijk, die hier rondspookt. En dan staat er hier nog een anonieme deelnemer aan mijn rechterkant. Hemeltje lief, het is een kastaar, dames en heren. Maar zie nu. Hoe komt dat hier plots? En ik bedenk mij ook voor iets waar we op voorhand van afgesproken hadden, dat ons niet kon schelen, zijn we nu al veel kant aan het halen. We zijn wel al drie afleveringen op rij van, goh, die kastaar kan ons niet schelen, maar heeft dat toch wel mooi. Dus voilà, kijk, die mag erbij zijn. Je mag daar straks een keer aan rieken. Hij riekt naar bepotelde messing. Dat is eigenlijk de geur van de kastaar. Dat was met een totem bij de scouts, bepotelde messing. Zat jij bij Van Geluwe in de scouts? Oh, dat is niet mooi. Ik zal nog eens aan je kastaar komen, jongens. Ja. Zo'n aanrakingske zo, hè. Dat is eigenlijk... goed, ja, man. Ja, oké. Okay. Oh, we zijn wel al aan het opnemen. Sorry. Genoeg gelachen.
genoeg ongein. Het is tijd voor het wetenschapsnieuws van de voorbije maand. En we gaan beginnen met Marianne. Met een onderwerp dat wel recht uit de alchemie lijkt te komen. Ja. Namelijk, we moeten meer kaas eten om goud te kunnen verzamelen. Inderdaad. Wat? Ja. De droom van elke middeleeuwse alchemist, uit kaas goud maken. Alleen heb je er nu niet alleen kaas voor nodig, maar ook elektronica. Het idee is eigenlijk om urban mining te doen, wat we al lang proberen om uit onze oude laptops en smartphones terug materialen, kostbare materialen uit te halen. En dat konden we al, maar dat was super toxische stoffen dat daarvoor nodig waren. Een heel duur proces. Het kostte veel meer om dat goud eruit te halen dan dat dat eigenlijk waard was. Ik denk dat ze bij Umicore dat ze dat ook deden. Ja, hè? Umicore dat is daar al lang een van de wereldspelers. En nu heeft een UNIF in Zwitserland, ETH, een manier gevonden om dat heel goedkoop en super milieuvriendelijk te doen aan de hand van kaas. Die Zwitsers toch, hè? Alles met oplossen kaas. Met kaas. Ja, hoe werkt het? Als je kaas maakt, dan blijft er van je melk een soort van naproduct, afvalproduct over. En dat is wei. Ja. Zo'n geel-groene. Dat is wat? Goedje. Wei. W-E-I. Ah. Wei. Ja. Dat heet zo. En daar zit heel veel eiwitten in, blijkbaar. En wat ze dan doen, is ze gaan die wei, eiwitrijke vloeistofje, gaan ze zuur maken. En gaan ze heel hard verwarmen. En dan gaan die eiwitten samen klitten tot vezels. Als je het gelke dat er dan ontstaat gaat vriesdrogen, dan krijg je een soort van spons. En ik denk dat Jeroen die kan laten zien. Hoppakee. Voilà, dat wit daar van boven, dat is een spons van eiwitvezels. Als je die spons dan gebruikt en je gooit die... Ja, eigenlijk wat je dan eerst gaat doen, is je gaat oude elektronica pakken, printplaten, gsm's enzovoort, en je schrapt er alle metaalstukken vanaf en je gooit dat in een zuurbad. Dus dat groen stuk van een printplaat, dat is de plastic? Wat dat is de plastic. En daar zitten eigenlijk allemaal baantjes van metaal op en soldeersel. Ja. En daar zitten eigenlijk heel veel materialen, legeringen van materialen in om dat goed geleidbaar te maken. Onder andere goud. En koper en nikkel enzovoort. Als je dat allemaal afschraapt, je gooit dat in een badje met zuur, dan ontstaan er allemaal metaalionen, goudionen, koperionen enzovoort. En wat ze dan doen, is ze laten die spons daarin zakken. En die spons heeft blijkbaar zo'n samenstelling dat die metaal-eiwitbondingen gaat aangaan en die gaat het liefste binden met dat goud. Zo zijn ze wel, hè? Zo de eiwitten. Zijn ze wel, die eiwitten. Gold diggers, die eiwitten. En dat slurpt gigantisch veel goud op. Tot 16% van de massa van die, van het volume, massa van die spons, gaat eigenlijk goudionen gaan encapsuleren. Gaat die spons daar terug uit, je verwarmt die, dat goud loopt er gewoon uit en je hebt eigenlijk supergoeie koop. Heel milieuvriendelijk, het goud uit oude elektronica gehaald. Cool. Ja, en ze hebben dat nu in ETH gedaan. Het kost eigenlijk 50 keer minder om dat proces te doen dan het hoeveelheid goud, of de kost van het goud dat het opbrengt. Want het goud dat ze daaruit kregen was 22 karaat, wat blijkbaar betekent 91% goud. Het is dus een bijproduct van kaas. Het is niet dat wij, je kunt in principe kaas maken, dat bijproduct bijhouden. Er moet in Klopt. Principe niemand die kaas opeten. Klopt. Ah ja, okay, ja, je moet hem niet opeten. Ja, ja, ja. Zo, het klein coole detail als iedereen hier begint. Het coole is dus eigenlijk dat je twee afvalproducten, het afvalproduct van kaas en het afvalproduct van elektronica, bij elkaar gooit en daar komt goud uit. Ja, zeg. Ja, dus de kaas gemaakt dan een spons van de dingen, dat blijft daar aankleven. Is dit iets wat je zelf kan doen? Want ja, je kunt eigenlijk zelf bij de kaasboer om wei gaan, maar of zijn het geheime stappen daarna? Oh, en is wei van Gouda beter? Goeie vraag. Wij van Gouda. Wij van Gouda klinkt als een reclameslogan. Ja. Wij van Gouda. Wij van Gouda. Ja. Is het een chip met belegen goud of met jong goud? Uh, 22 karaat goud. Blijkt 91% goud ja. te zijn. Wauw. Van waar komt het woord karaat? Van de kastaar. Nee. Die is duidelijk niet van goud. In de tijd, lang geleden, toen ze gewichten nodig hadden, ja, zo geëikte gewichten om edelstenen mee te wegen, ontdekten ze dat de zaadjes van, ik denk, en Jeroen kan het misschien opzoeken, de zaadjes van de Johannesbroodboom, denk ik. Dat zijn hele kleine zaadjes en die hebben biologisch altijd exact hetzelfde gewicht. En dus dachten ze, wij gaan edelstenen, zoals diamanten, gaan wij afwegen tegenover het aantal zaadjes. En de naam van die boom is, ik denk, karatijn of zoiets. Het komt van het Arabische woord kirat. En het gaat inderdaad terug op het Griekse woord voor het zaadje van de Johannesbroodboom, het keration. Voilà. Maar dat weet nu wel iedereen, denk ik. Ja. En dus eigenlijk, bij een diamant
is karaat een omschrijving van het gewicht. Dus als je zegt een diamant van 30 karaat, dan weegt die 30 van die zaadjes. Bij goud is het een uitdrukking van hoe zuiver het is. Ja. Ik denk dat 24 karaat zuiver is. En 22 karaat wil zeggen 22 units op 24 zijn van het goud gemaakt. Maar dus kijk, als je een Johannesbroodboom toevallig in de tuin hebt, dan kan je daar je edelstenen mee wegen. Het is een weetje. Een weetje, helemaal gratis voor jullie. Nog een goed weetje. Blijkbaar, als je 1 ton elektronisch afval hebt, dus met al je laptops en gsm's enzovoort op elkaar, zonder de batterijen wel, dan zit daar meer goud in dan 1 ton stenen uit een goudmijn. Ja. Wat? Want eigenlijk, het is goedkoper om goud te winnen uit onze elektronica hier allemaal dan het is om goud te winnen uit de grond. Wel, goud, ja. Gouderts, inderdaad, bevat procentueel minder goud dan elektronisch afval. Ja. Een kilo oude gsm's bevat meer goud dan een kilo erts. Maar natuurlijk, bij de erts is dat chemisch allemaal wat consistenter en zijn de manieren om dat eruit te onttrekken al veel beter bekend kunnen maar op grote schaal. Maar nu hebben we kaas. Maar nu hebben we kaas. Ja. En nog een bak met oude elektronica. Ja. Dus ik weet wat ik ga doen. Veel bakken. Elke gsm 35 milligram goud. Ja. Oké. Okay. Toen je dat daarnet zei, ook, we moeten meer kaas eten zodat we meer goud kunnen scoren. Ja, ik dacht dat dat daardoor ging gaan. Nou, ik dacht dat het een proces ging zijn van dat we allemaal veel kaas gingen eten, een soort bijproduct maken. Ah. Dan langs dat, ik dacht van... In de ontlasting dat ze dat ging zitten. Ja, okay. Maar zelfs in die interpretatie was ik aan het denken van amai, de mol loopt toch echt op zijn laatste benen. Dus... Dat is echt het seizoen te veel. Maar ik begin plots te bedenken wat voor een metaconcept de gouden kaas van Ketnet eigenlijk is. Oh. Wow. Is die van printplaat gemaakt? Die waren geniaal en hun tijd ver vooruit. Dat is goed. Bij de volgende gouden kaas gaan wij een lang vertelsel gaan doen over de wei uit de kaas en alle kinderen. Wanneer komt Bomba terug? Is ook de laatste keer dat ze gaan uitnodigen. Ja, dan. Ik denk het wel. Nee, dat was vorige keer al. Het journaal wordt verlaat omdat Lieve Scherre een gouden kare won. Gouden K voor langste uitleg. Gaat naar... Oh. Als het gaat over het inzamelen, dus urban mining. Wij hebben allemaal enorm veel grondstoffen in onze schuif zit. Enfin, misschien moet ik voor mijn eigen schuif spreken, maar als je kijkt naar de hoeveelheid niet gebruikte waardevolle metalen die ik heb rondslingeren in mijn huis en in mijn rugzak... Gelijk uw trouwring. Ik weet niet waar dat kwam. Ik heb 1 pintje gedronken. Dat is het. Sorry, nee. Je hebt inderdaad veel, veel rommel in je schuif. Okay. Ah, dan is het goed. Ja. Ja, voilà. En ik denk, als je dat vermenigvuldigt met 6 miljoen Vlamingen, dat je echt aan een berg potentieel komt. En daar wordt immens op ingezet. Hè, van, eigenlijk zitten wij met een soort circulerende grondstof in België die ongebruikt rondzwerft. En op ons festival, op ons Nerdland Festival, waar ik straks nog meer over ga vertellen, daar komt een kabeltjes-inzamelactie. Dus ik denk dat eind 2024 zou alles USB-C moeten zijn. We zullen nog eens zien of Apple daaraan meedoet. En dus alle nutteloze kabels, alle kabels die je nog slingeren hebt... Er bestaat niet zoiets als een nutteloze kabel. Ja, ooit gaat er iemand een SCART-kabel nodig hebben. En dan ga ik de persoon zijn in het dorp die kan zeggen... Ik zal eens kijken. Maar de kabel langs waar we tv kijken is behoorlijk nutteloos. Oei, oei, oei. Oh, zo donker over je eigen branche, Bart. Ik moet naar huis. Recubel wilt dat wij onze kabelschuif gaan leeg. Dat gaat gebeuren, hè, Kurt. Ah, wel, maar... Jolle spreekt over een schuif. Ik heb een zolder. Dat tweede huis dat je hebt in Diest. De kabelzolder. Kabelhuis. Ik heb een kabelbak. En ik heb die allemaal per soort gestoken. Het probleem is dat dan al uw micro-USB's zitten dan in één zak. En als je er elders in je huis in hun zoekt, heb je er geen. Dus dan koopt hij een bij. En die komt dan uiteindelijk ook in de zak. En dus die zak micro-USB-slangennest, letterlijk dan, die ga ik dan meenemen naar het festival en dan in de grote bak smijt. Ook kapotte kabels natuurlijk, hè, want het doel is effectief om er de metalen uit te halen. Mensen zonderverdeeld in misschien nog nodig, echt een vergezocht verhaal waarin je ze nog nodig hebt en definitely nooit meer nodig. En dan nog ben ik aan het discussiëren van, ja, maar wacht. Bij mij zijn 2 vakjes kabels en niet-kabels. Ja. En dat een, dat puilt zo wat uit. Dus. Je moet stoppen met de kinderen daarin te steken. Niet kabels is eigenlijk uw ijskast. Ja, gewoon. Ja, oké, okay, ça va. I get it. Goed. Het volgende nieuwsje. Je hebt misschien iets gevoeld
in uw lichaam de voorbije maand? Want zonder dat we het weten, hebben we er de voorbije maand allemaal een orgaan bij gekregen. Ah, nee. Els, we hebben een nieuw orgaan gekregen de voorbije maand. Wat is er gebeurd? Ja, wel, ik wil eerst dan een keer vragen, weet je eigenlijk hoeveel organen dat wij hebben in ons lichaam? Hmm. Wacht hoor, hersenen... Doe een keer een wilde gok. Hersenen, oh, lever... Of het is goud, het is knieën. Vier. De huid is een orgaan. Ja, is een orgaan. Ik zal het zeggen, voor het nieuwe orgaan. Hoeveel organen hadden we voordat dat nieuwe orgaan erbij kwam? Twee dozijn. Ja, tussen de 10 en de 20, denk ik. Twee klieren en zo. Nee, doe maar 40. Kok. Zijn al die klier, alvleesklier, ja, tuurlijk, ja, dat ook. Schildklier, ook allemaal orgaan? Ik ga het gewoon zeggen, het zijn er 78. Wat? Ja. Oh, wow. En nu dus 79. Spreek voor jezelf, Els. Ja, ik ben zelfs dus bij mannen en vrouwen evenveel? Nee. Het is ook niet... niet alle tellingen lopen 100% gelijk. Want bijvoorbeeld, je botten worden meestal geteld als één orgaan. Maar als je die allemaal apart gaat tellen, dan heb je er ineens 300 en zoveel. Dat is vals spelen. Ja, of je ligamenten worden ook geteld als één orgaan. Maar dat is eigenlijk allemaal verschillende lichamen. Is een bot een orgaan? Dat wist ik zelf. Dat wordt gezien als een orgaan. Ja, ik vond het. Maar wat is dan de definitie van een orgaan? Ja, de definitie. Dat is nog zoiets. Laat ons vooral het diepe oerwoud van de semantiek intrekken, Jeroen. Nee, het is een, het is een weefsel. Een geheel van weefsels met één of meerdere functies ten behoeve van dat organisme. Vaag, vager en vaagst. Ja, met een specifieke opdracht, ja, of met een specifieke functie. Dus bijvoorbeeld, wat zijn organen? De anus, het rectum, maar ook het anaalkanaal. Zijn dat drie twee met elkaar. Ja, dat zijn drie verschillende organen. Functies. Maar dat is gewoon... Zijn er nu alfabetisch begonnen? Of ongeveer. Veel solo werk doen die toch niet? Maar bijvoorbeeld, wat is er nog een orgaan? Uw smaakpapillen. Ah. En de buitenkant van uw oor, dus basically uw oorlel. Uw oorlel is een orgaan? Maar wat was er nog geen orgaan? Uw aorta. Uw aorta. Hè? Die zat gewoon in ene grote zak aders. Ah. Dus de aorta hoorde bij de aders. En dat is nu, sinds deze maand, een eigen orgaan geworden. Maar zeg, een soort omgekeerd Pluto-verhaal. Ja. Daar zijn ze al 23 jaar over aan debatteren of dat toch niet een eigen orgaan zou moeten worden. Ik wil de live-opnames van al die conferenties. Want ja, dus blijkt dus dat een heel uniek en belangrijk stuk van ons lichaam is, met een heel eigen functie. We dachten altijd... Bloedverplaatsen. Voilà. Maar je denkt, dat dient alleen maar voor het transporteren van bloed, maar blijkbaar reguleert dat ook onze bloeddruk. Oké. Dat zorgt er ook voor hoe snel dat uw bloed door uw aderen stroomt. Omdat dat kan samen... De diameter van uw aorta kan bepaald worden. Ja, want dat heeft dus een eigen spierstructuur dat ervoor zorgt. Dat maakt dus ook dat het een orgaan is. En het zorgt ook blijkbaar voor de productie van bepaalde hormonen. Oké. Nu, waarom is dat belangrijk dat wordt opgehoffen tot het niveau van orgaan? Dat gaat vooral over behandeling. Dus op dit moment, als je met een probleem zit in je aorta, dan wordt dat meegepakt ofwel bij hartchirurgie ofwel bij vaatchirurgie. En het is dus de bedoeling dat een eigen specialiteit zou kunnen worden. Aortachirurgie. Ja, dat je dus een aorta-specialist kunt worden. Oké. Okay. Ja. Dat is trouwens niet de allereerste keer dat we er een orgaan bij krijgen. In 2017 bijvoorbeeld kwam er nog een orgaan bij. Het mesenterium. Dat is een plooi in uw buikvlies wat ervoor zorgt dat uw darmen en uw organen vasthangen aan uw buikwand. Maar dat heeft nog andere functies dan dat ook. Daardoor is dat toen ook een orgaan geworden. Bij mij werkt dat niet, denk ik. Maar begint dat zo niet te lijken op zo die race in de tijd van de dinosaurussen, dat elke wetenschapper een eigen dino op zijn naam wou? Ik heb het gevoel, als je genoeg lobbyt, dan kan uw vakgebied een orgaan worden. Is een appendix een orgaan? Want dat is zo typisch iets dat mensen kunnen laten wegnemen. Nee, dat is de lijst van alle organen achteraan. Ik heb de gouden jas niet mee, maar we hebben de gouden PFAS mee. Waarschijnlijk is dat zo ontstaan. Iemand die een boek van organen aan het lezen was en dacht van... Atjain, appendix, atjain. Waar zou dat zitten? Ja, appendix is een orgaan, blijkbaar. Ah, ja, ik heb ze niet allemaal van buiten geleerd. Ah, ja, kijk. Maar het anaalkanaal is zeker een orgaan. Ja, we weten het wel. Dank voor uw bijdrage, Else. Dank voor uw bijdrage. Maar kijk, we hebben er een orgaan bij. De aorta is sinds deze maand een orgaan geworden. Het is erg dat je het laten wegnemen.
Dat is welke moeilijk, denk ik. Dat, ja, ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat lastig is. Ja. Ziet je wat op de achterste rij? Tuinsproeier. Ja. Nieuws uit de ruimte. Het was voor mij een soort allejong nieuwsje. Wat blijkt? Er zijn asteroïden. Dus asteroïden zijn ruimteklompen die te klein zijn voor een planeet. Asteroïden die zwaarder zijn, dus condenser, dan de zwaarste elementen die we kennen op aarde. Dus zo, je hebt lood en osmium. En osmium is het meest condense metaal. En er zijn asteroïden ontdekt in de asteroïdengordel. Die ligt tussen Mars en Jupiter. Dat is zo een mislukte planeet van een ring van brokstukken tussen Mars en Jupiter. En er zijn asteroïden waarvan ze uit metingen afleiden, die zijn zwaarder dan het zwaarste materiaal dat we kennen op aarde. Op basis van hun grootte ook. Dus pak we een asteroïde van een kubieke meter groot. En ze vinden geen manier om daar elementen in te steken die dat wij kennen, om aan dat gewicht te komen. De dichtheid is hoger. Als die volledig uit osmium zou bestaan. En osmium is het metaal met de hoogste dichtheid. Het is niet want ja, we zitten inderdaad bij de tabel van Mendeleev, die Jeroen hier projecteert. Het is niet het zwaarste atoom. De zwaardere atomen zitten daar bij uranium en plutonium enzovoort. Maar osmium heeft een grotere dichtheid. Ik denk dat de kristalstructuur compacter is. En als heel die asteroïde uit osmium zou bestaan, zou die nog te licht zijn voor wat ze meten. En nu aan de Universiteit van Arizona hebben een paar fysici het vermoeden berekend dat die zouden bestaan uit nieuwe elementen die nog niet in onze tabel van Mendeleev staan. En ik las dat en ik dacht, wat? Dat kan toch niet? Meneer Verlinden heeft mij geleerd dat die af was, die tabel. Nee, zoals, dat is niet waar. Zoals die laatste reeks elementen van de tabel van Mendeleev, zijn ze toch elementen die zo 3 milliseconden bestaan onder labo-omstandigheden op een maandag? Allee, dat is... Ja, ja. Maar dat is zo, inderdaad. Ja, die hebben zo van die namen gelijk goed voor zonium en zo. Wel, die elementen in het labo kunnen dan atoomkernen samenschieten en dan kunnen opeens, zoals atoomkernen met 111 protonen, die kunnen dan even samenschieten, die blijven dan een fractie van een seconde bestaan. En die gaven ze dan pseudo-Latijnse namen. 111 heette ununium. En ununduium, zo dat soort dingen. Maar die hebben nu wel, denk 2 jaar terug, hebben die allemaal een naam gekregen. Hebben die allemaal zo'n een eigen Latijnse naam gekregen. Maar zelfs die zijn niet zwaar genoeg. Dan. Nee, zelfs die zijn niet zwaar genoeg. Nu, we zitten in de prachtige leer van de isotopen. En ik weet niet of dat Bart daar even enthousiast van wordt als ik. Een paar examentrauma's, maar ja, voor de rest was dat boeiend. Ja. Anders moet je enthousiasme faken, Bart. Wauw. Dus... Een atoomkern bestaat uit neutronen en protonen. Vanaf dat die redelijk groot wordt, zo eens dat je voorbij ijzer bent, vanaf dat je redelijk groot wordt, is het enorm belangrijk hoeveel neutronen en protonen daarin zitten. Bij sommige verhoudingen valt dat uit elkaar en bij andere niet. Je hebt uranium-235, je hebt uranium-238, dat is een ander aantal neutronen. En dus een atoomkern blijft pas stabiel als het aantal neutronen en het aantal protonen een heel specifieke verhouding heeft waarop het kan blijven bestaan. Ik omschrijf het soms als een Giro 5 om 2 uur 's nachts. Te veel jongens en er wordt gevochten. Te veel meisjes en dan weet ik niet wat er gebeurt, want dan was ik het meestal niet. Maar dus... dat evenwicht is enorm subtiel. En daar bestaan hele mooie formules voor om te proberen berekenen wanneer dat stabiel blijft. Je hebt ook de isotopentabel. En dat is zo'n groot ruitjespapier met dan op de linkeras het aantal neutronen en op de onderste as het aantal protonen. En dan kun je zo gaan kijken welk aantal neutronen en protonen is stabiel. Welk is instabiel met een vervaltijd van een jaar en nog iets. Of een halfwaardetijd van een jaar en nog iets enzovoort. Dat is ik vind dat ook esthetisch een hele mooie tabel. En die eindigt dus zo voorbij uranium en plutonium, eindigen de stabiele elementen. Maar theoretisch gezien ligt daar ergens in de verte, bij nog hogere aantallen neutronen en protonen, ligt er theoretisch gezien nog een vlekje met stabiele elementen, maar we hebben ze nog nooit kunnen maken in het laboratorium. Ja. En ze noemen dat the Island of Stability. Mm-hmm. Een prachtige naam. Het is het tegenovergestelde van Haiti op dit moment eigenlijk. Ja, kijk. Die Island of Stability, en dat is al lang dat wetenschappers daar naar zoeken, kunnen wij atoomkernen samenknallen in een soort fusie-experiment om ergens die zwaardere elementen te maken dat die toch stabiel blijft. En dus wat zeggen nu die fysici in Arizona? Die zeggen, wij denken dat die atomen in die asteroïden zitten. Dus dat daar letterlijk atomen die wij op aarde niet kennen, die we nog nooit gezien hebben en nog nooit hebben kunnen bestuderen, die zouden daar misschien in de ruimte hangen. En kunnen we ze gaan halen?
Sorry, ja, kunnen we ze gaan halen? Gaan we ze gaan halen, ja. Dat is inderdaad de vraag die nu gesteld wordt. Ten eerste, het is nog niet zeker. Hoe ver zit die asteroïde? Tussen Mars en Jupiter. Ah, ja, oké, dus dat is even... Zit veel tussen Mars en Jupiter. Nee, maar inderdaad, voor een onbemande ruimtemissie is dat bereikbaar terrein intussen. Maar dus, ten eerste, het is een vermoeden, hè, dus het is nog helemaal niet bevestigd. Als dat bevestigd wordt, dan denk ik wel dat er een beetje een race gaat komen naar welk land gaat als eerste naar daar. Ten eerste om het te onderzoeken en misschien ook om het terug naar hier te brengen. Ook dan weer is de vraag, zitten die elementen aan de buitenkant of zitten die van binnen? Of zitten ze zo hard dat je ze er gewoon niet af kunt schrapen? Dat weet ik niet. Ja, dat weten we te koer niet, want we hebben het nog nooit kunnen bestuderen. Ik zie iemand terugkomen op een markt, zo'n broek asteroïde. Heel zwaarium! We gaan Bruce Willis sturen. Dan zal het waarschijnlijk... Voilà. Zeker nu. Ja. Waar kwam ik hier ook weer? Was het voor Mars of voorbij Mars? Ik weet het ook niet meer. Wacht, dus die bom moest op de raket? Nee, ik weet het niet, ik weet het niet meer. Wacht, was het eerst bom aansteken en dan weglopen? Of eerst weglopen en dan bom aansteken? Van ja, is wat, het komt allemaal goed. Heel veel vragen. Hè. Heel veel vragen. Hoe zijn die, stel dat die elementen daar hangen, hoe zijn die gevormd? Want we weten dat vanuit de kernfusiereacties die in sterren doorgaan, dus lichtere atoomkernen die samensmelten, kan je maar tot aan ijzer geraken. En vanaf dan kan je met fusiereacties waar energie bij vrijkomt niet meer verder gaan. Dan heb je energie nodig om ze samen te duwen. En de theorie is, Neil deGrasse Tyson wordt er altijd heel enthousiast over, de theorie is dat alle elementen die zwaarder zijn dan ijzer ontstaan zijn in... supernovae, dus een ontploffende sterren. En dat dus alle elementen in ons lichaam, die zwaarder zijn dan ijzer, en dat zijn er wel wat, dat die sterrenstof zijn. Dat wij voor een stuk bestaan uit ontplofte ster. Oh. Ja, nee, inderdaad. Zie maar, je hebt gelijk. Ik heb dan als tegenantwoord dat vuilnis ook wel gewoon bestaat uit sterrenstof. Vuilnis bestaat absoluut ook uit sterrenstof. En de ergste persoon dat je kunt indenken ook. Ah, ja. Dankjewel om het pessimisme toch... I am made from stardust. I've got the best stardust in my body. So good, so good. Ik denk dat je bij hem zelfs aan zijn oranje kleur een temperatuurmeting kunt doen. Het is ongeveer 1200 Kelvin. Komt ook al heel dense over. Ja. Maar waarom dat er ook enthousiasme over is, denk ik, is omdat we nu... De vorige vermoedens waren... Of vorige hypotheses hadden te maken met donkere materie. En ja, dan zit je in een vakgebied waar dat je zo goed als nul houvast hebt. Dus de ideeën daar waren, ja, dat gaat over een soort van donkere materie die samenklompt en dan vastgrijpt aan die asteroïden. Dat is natuurlijk, ja, je zou dat far-fetched kunnen noemen. Maar nu komen we in chemie en kernfusie, dus dat wordt allemaal een beetje bereikbaarder qua testbaarheid. Dus dat op enthousiasme kan rekenen, dat snap ik wel. Dat is ook een beetje een truc in de fysica. Als je het niet snapt, zet er het adjectief donker voor en doe voort alsof er niks aan de hand is. Hè. Dat is ook... Dit is ook de enige podcast waarin we kunnen zeggen, ja, dan zitten we in het gebied van de chemie en de kernfusie, dus het wordt iets begrijpelijker. We zijn op vertrouwd terrein. Goh ja, de kastaar spreek je niet tegen, Jeroen. Zet dat ding weg of laat hem een keer rondgaan. Maar... Ja, voilà. Hier, kijk, je mag er ook eens aan voelen. We've got the best kastaar ever. Of aan ruiken, ja. Voilà, maar kijk, ik vind het wel heel spannend. En ik heb echt 3-4 keer gedubbelcheckt van welke bron komt dat. Want dat klonk voor mij echt als een soort zweverig verhaal. Dat klonk zo verzonnen. Elementen die zwaarder zijn dan die we kennen uit de tabel van Mendeleev, die daar in een asteroïde zou zitten. Het is nog niet zeker, maar ik vind het bijzonder spannend. Dus we zullen wel zien. Alle naar die Island of Stability. Yes, let's go to the Island of Stability. Yes. Kunnen we daar geen reggae-nummer van maken? Island of Stability. Met Suno? Ik zal dat straks proberen doen. Het moet een heavy metal-nummer worden. Voilà. Oh, mooi. Inderdaad. Oh. Ja, ja. 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 Jij krijgt de gouden PFAS. De kastaar verhuist naar Kurt. Dat weet je. De Nederland podcast, dames en heren. Welkom. Wij gaven er niet om. Heel goed, heel goed. We gaan terug naar de aarde. En op aarde zijn er beestjes. Ja, en wie beestjes zegt, zegt Peter Berks. Peter, misschien gaan we pesticiden kunnen vervangen door lieve heerstbeestjesgeur. Ja,
We doen dat nu al met hele lieve heersbeestjes, hè? Met levende. Met hele lieve heersbeestjes. Niet gewoon, hè, maar... Hele lieve heersbeestjes. Ja, dat is... Ja, absoluut. Oh, ja, dat is... Opnieuw, dat komt hier niet door de monitor, dus dat klinkt alsof dus het hier is daarvan. Nee, hele lieve heersbeestjes, Peter. Hele, ja, hele levende lieve heersbeestjes. Volledige. En dat is dan dat is om bladluizen op te redden. Ja, dus voor alle duidelijkheid, lieve heersbeestjes, hun enige vorm of hun lievelingsvoedsel zijn bladluizen. Ja. Dus er worden al jaar en dag lieve heersbeestjes gekweekt om die dan uit te zetten om bladluizen te bestrijden. En dan hoef je natuurlijk geen vergif te spuiten. Ja. Dat heeft heel veel voordelen, maar dat heeft ook een paar nadelen. In de eerste plaats, als je volwassen lieve heersbeestjes gaat kopen in de winkel, je kunt dat, hè, je kunt die zelfs via het internet bestellen, en je laat die bij thuis in een hof los, en de wind zit verkeerd, dan heb jij je buur een hele schone cadeau gedaan. Dus ze werken daarvoor dan altijd met de larven. Die kunnen niet vliegen, dus die blijven dan schoon op bureaus zitten. En die eten ook bladluizen. Die eten ook bladluizen. Die eten er zelfs meer dan de volwassenen. Dus, Die heersbeest larves is trouwens een diertje dat mij vaak opgestuurd wordt als... Ik vond dit hele gekke beest in de tuin. Ja. Dat ziet eruit als een soort zwart-oranje krokodilletje met zes poten. Het is een mini-krokodil met zes potten. Ja. En dus, lieve heersbeestlarven, eens dat je ze gezien hebt en ze leert herkennen, dan zie je ze heel vaak. Ja. Maar als je ze niet kent, dan vind je het een raar beest. Ja. Ja. En het tweede nadeel is, en daar dat beest zag je juist op de foto, dat is dat ze ook één soort hebben gekweekt die geïmporteerd is. Het Aziatisch veelkleurig lieve heersbeestje. Juist, ja. En waarom is die hier geraakt? Die is veel makkelijker te kweken dan de inheemse soorten. Oké. Okay. En dat betekent dat als jij bijvoorbeeld een tomatenboer bent en je wil tomaten kweken en je wilt dan lieve heersbeestjes aan uitzetten en je kunt die aan minder dan de helft van de prijs krijgen, dan gaat je daarvoor kiezen. Ja. Probleem is met die dieren, dat is een invasieve exoot en die eten buiten bladluizen ook inheemse soorten. Die eten de inheemse lieve heersbeestjes ja. op. Dat is niet zo lief. Dat is niet zo lief, dat zijn geen echte lieve heersbeestjes. Stoute heersbeestjes. Ja. Maar er zijn nu wetenschappers die hebben ontdekt dat bladluizen daar op een heel specifieke manier op reageren. Dus als je lieve heersbeestjes gaat loslaten op je struiken, dan gaan die bladluizen ergens anders naartoe. Die denken van, oké, het is mij hier te gevaarlijk, ik ga de plant hier langs zetten. Ja. En, maar dan verplaats je het probleem eigenlijk gewoon. En die hebben nu gedacht van, ja kijk, als we nu gewoon de geur alleen al eens proberen, wat gaat dan het effect zijn? En dat blijkt ook positief te werken. Dus wat gaan die bladluizen doen? Die blijven in de eerste plaats blijven die zitten. En dan zou je denken van, ja, dat is ook niet oké, want je wilt ze eigenlijk wel weg hebben. Maar die reactie zou blijkbaar het idee hebben van, ja goed, we weten niet van waar het vandaan komt. Ik ruik een aanvaller, maar ik weet niet waar hem zit. Dus de beste manier... En dat zie je bij andere prooidieren ook, is u gewoon stilhouden en blijven zitten en dan wachten tot hij weggaat. Dat is dus één. En waarom mogen die zich niet verspreiden? Bladluizen hebben buiten het feit dat die uw planten eigenlijk gewoon ziek kunnen maken of leeg kunnen zuigen, laten we het zo zeggen, want ze zuigen plantensap. Ze kunnen ook virussen overdragen. Van plant naar plant. Ja, van plant naar plant. Dus daarom krijg je dan ook niet dat ze zich gaan verplaatsen. Ja. Maar wat hebben ze dan ook ontdekt? Dat niet alleen blijven die bladluizen zitten, maar ze eten minder en ze planten zich ook minder voort. Door die geur alleen. Okay. En dat zou natuurlijk wel een heel gemakkelijk, een heel goed effect kunnen. Want die geur zou je eventueel synthetisch kunnen maken. Ah ja, maar dat ging ik vragen. Is de geur gemakkelijker te maken dan... Ik weet het niet. Waarschijnlijk zal dat ook wel weer een cocktail van verschillende geuren bij elkaar zijn. En dat zullen ze wel kunnen vinden. Maar dan hoef je ook heel die kweek van die lieve heersbeestjes niet op te zetten. Want ja, als je lieve heersbeestjes wilt kweken, je moet eerst planten kweken, je moet er bladluizen kweken, dan die lieve heersbeestjes. Dat is redelijk arbeidsintensief, denk ik. Ja. En dat is duur. Dus als je dan synthetisch die geur kan namaken en gaat die verspreiden, dan krijg je eigenlijk hetzelfde effect als wat ze nu bijvoorbeeld met feromonenvallen doen voor vlinders. Hè. Ja. Dus gewoon seksferomonen verspreiden en zodoende dat die mannelijke vlinders zich afvragen waar zitten die vrouwen, ik vind ze niet. Kunnen we dat in discotheken doen? dat is misschien al geprobeerd, wie weet.
Maar ja, dus ja. Geur verspreiden, dan zou het eventueel... Dus, maar je steekt die bladluis dus eigenlijk in een constante overlevingsstress. Ja. 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 En het feit, en dat hebben ze bijvoorbeeld met grazende, dus met grote herbivoren ook gezien, waarom eet je die niet meer? Omdat je niet kunt eten en opletten tegelijkertijd. Mm-hmm. Dat gaat niet. Op het moment dat die bijvoorbeeld gazellen, dat die zich moeten bukken met een kop naar beneden om te eten, zijn ze heel kwetsbaar om te worden aangevallen. Maar zijn ze dan niet terug een nieuw soort pesticiden aan het maken? Want dat is chemisch gemaakt. Misschien is dat wel giftig voor de mens dan uiteindelijk. Oké, ja, die dingen moeten wel uitgetest worden. Maar bijvoorbeeld feromonen zijn ook volledig synthetisch gemaakt. Maar dat is gewoon een geur. Maar de bedoeling is dat het chemisch exact hetzelfde is als de lieve heerbeestjes. Als, ja, natuurlijk. Ja, dus ik weet niet of dat lieve heerbeestjes kankerverwekkend zijn. Ze zien er zo wel uit. Maar, er is wel één groot nadeel. Dat is nog een ander nadeel aan die Aziatische lieve heerbeestjes. Ze hebben die in de wijnstreken heel veel ingezet. En wat blijkt nu? Kijk, als er zo eentje tussen uw druiven geraakt. En ik had de publicatie gelezen, je moet er maar één hebben per 12 of 20 kilogram druiven. En wat bedoelde met zo eentje? Zo een Aziatisch lieve heerbeestje. Ah, ja. Dan gaat uw wijn uiteindelijk, dat gaat geen invloed zijn op het hele proces, maar uw wijn smaakt naar kattenpis. Wow. Eén lieve heersbeestje. Ene. Wat is er aan het gebeuren met het lieve heersbeestje dat ik hier aan het projecteren ben, Peter? Het lijkt een soort van gele bolletjes op zijn lijf te hebben. Die doet aan een reflexbloeding. Dus dat is die gele vloeistof die je op je handen krijgt als je lieve heersbeestjes vastpakt. Okay, ja. Dus heel veel mensen zeggen, dat beest heeft op mijn handen gepist. Dat is niet, hij heeft op je handen gebloed. Expres gebloed. Expres gebloed, dus die laat... vliezen aan zijn gewrichten kapot scheuren en dan komt dat bloed eruit. Want die en als reactie op? Ja, op een aanval. Dat bloed smaakt vies, dat bloed stinkt. En dat is de reden waarom dat lieve heersbeestjes eigenlijk bijna nooit worden aangevallen. En waarom ze ook zo fel rood zijn? Dat, is dat is de waarschuwingskleur van pas op, ik ben giftig. Mij moet je niet opeten, beste vogel, want ik smaak bitter. Zoals wantse geur is de bekendste. Is hetzelfde, ja. Dat is een hele bittere en geur. En ik vermoed dat onder andere de geur van dat bloed, dat ze dat willen gebruiken als verspreiding. En dat is ook hetgeen dat uw wijn dan anders smaakt? Ja. Dus vanaf dat er zo een lieve heerbeestje tussen de druiven zit dan... En het is alleen in het geval van de Aziatische lieve heerbeestjes. Ah, okay. De inheemsen geven dat probleem niet. Nee. Want ze hebben een heel lieflijke reputatie, lieve heerbeestjes, maar het zijn kannibalen. Het zijn roofdieren. Hè? Het zijn sowieso... Kannibalen zijn het ook. Ze eten elkaar op, ze eten mekaars larven op. Ja. Het zijn kannibalen. En ze hebben, ik denk, van alle insecten de meeste soa's. Ja, en dat komt omdat die zo lang seks hebben. Die paren... Uren aan een stuk. En die paren zo lang dat bijvoorbeeld een schimmel, dus die seksueel overdraagbaar is, tijd genoeg heeft om van de ene naar de andere te kruipen. Zo lang paren dat de schimmel kan overgroeien naar de paren. Het is daarom dat hij die ziek is. Oh, Marian! Dat is ook een probleem, lieve heersbeestjes. Als je die als werkkrachten hebt, die maken een hele schattige vakbond. Je kunt er niks tegen. Super ambetant. Ik denk wel dat we een paar kinderboekjes gaan moeten terugroepen. Of aanpassen. Actualiseren. Met stickers naar de bibliotheek gaan. Oh, dat als type van een lieve heersbeestje is ook met hoeveel mensen dat ze al seks gaat hebben. Ja, mensen, maar andere beestjes. Het is wel grappig hoeveel mensen dan nog, ook volwassenen, nog altijd denken dat het aantal stippen iets zegt over de leeftijd van dat dier. Hè? Ah, en dat is de soort. Ja, wie gelooft er dan nu nog? Want iedereen weet dat staat voor de soort. Hè? Ja, dus elk aantal stippen is een soort. Behalve die veelkleurige, die hebben allerlei kleuren, maar dat is één soort. Ja, die kunnen dus op elke inheemse soort lijken. Hè? Ja. Oké, voilà. Kijk, lieve heerbeestjesgeur kan misschien de landbouw milieuvriendelijker maken. Zou zomaar kunnen. Kurt, er is elk jaar, denk ik, in Brussel een hackerconferentie. Het is niet direct hacker, het is vooral een... Hardware hacker. Het is vooral meer software. Het is zo free. Ah, ja. Het is FOSDEM. En het staat FOSDEM voor de Free and Open Source Software Developers European Meeting. Prachtig, zeg. Eigenlijk een tweedaags event met heel veel talks. Echt meer dan bijna 900 talks.
Dus mensen, experts uit het vakgebied van open source development, die eigenlijk workshops en gratis... Het is ook een gratis festival in heel de open source sfeer natuurlijk. En in Brussel, en, ja, met 8000 bezoekers. Eigenlijk een redelijk groot event. Dus elk jaar komen er 8000 mensen van heel de wereld die in de open source... Vooral van Europa, ja. Maar ook van Amerika. Ja, die in de open source software zitten. Die komen elkaar inspireren, ideeën uitwisselen en dan verder bouwen. En dus open source aan software die daarna beschikbaar is voor iedereen die dat wil. Dus dat is het principe van open source, is dat je zo... FOSS is dat een term, F-O-S-S, Free Open Source Software. En eigenlijk, je verkoopt de service, is dan het feit wat dat je waarvoor de anderen betalen, maar de basis van wat dat je aan product verkoopt. Linux is daar een heel schoon voorbeeld van, bijvoorbeeld. Ja. Maar Apache of Web Service en zo, en MySQL en zo ook. Alhoewel MySQL is... Ja, een beetje... Recursie. Ja. En is recursie. Amai, het heeft een noestje precies. Dat stopt ook niet meer. Wacht. Dat stopt ook niet meer. Ja. Dat is handig voor bij een podcast. Dat is niet erg, want Kurt stopt ook niet. Ik ga maar verder, Kurt. Sorry, wat een rot opmerking zeg. Moet ik even zo terug mijn accolade sluiten, dat ik terug naar boven ga. Ja. Ja, en een punt komma zetten ook achter. Punt komma. Stak. Ja, pop. Pop de stak, Kurt. Ja. Pop de stak. Maar even met mijn draad kunnen. Syntax error. Nee, dus inderdaad heel veel open source developers dat daar komen. Ja. Ja. Maar in de laatste versie... Zaten ze in de shit? Zaten ze met een kakprobleem. Oei, een ja, letterlijk... Voilà. Dus een heel grote beurs, 8000 man. En voor de mensen die in de zaal... Je ziet hier een foto van zo eigenlijk zo die publieke wc-rolhouders. Ah, die gigantische witte houders voor enorm veel toiletpapier. Ja, en sinds de coronacrisis weten we dat wc-papier een zeer gegeerd product is. Dus vandaar dat die dingen beschermd worden met een sleutelke, zodat je niet stiekem wc-rollen kunt meepikken. Ah, oh, nee. Het probleem is, er waren heel veel wc's, maar er was maar één sleutel op heel de beurs. Een zeer groot probleem, maar, en dat is dan het hele coole aan hackers, software- en hardware-hackers, die ook positieve dingen doen uiteraard, en eigenlijk alleen maar positieve dingen doen. En heel de open-source community, dat een probleem bestaat daar niet, dat is gewoon een uitdaging. Dus wat is er dan gebeurd? Er was ook een marktje met een aantal beurs, met standjes van een aantal bedrijven, die open-source producten bijvoorbeeld. FreeCAD, voor de makers waarschijnlijk bekend, is een open-source parametrisch 3D-tekenprogramma. Zo, je hebt zo van Autodesk heb je de commerciële kant, en zo van Fusion 360 is iets wat al heel veel mensen gebruiken. FreeCAD is volledig open-source, wordt door heel veel mensen ontwikkeld, kun je ook 3D-modellen intekenen. Een van de grote mensen daarachter is zo Brad Collette. En die dacht, weet je wat, we hebben dat één sleutelje. Ik heb hier mijn schuifmaat mee. En ik meet dat op en ik teken dat op. En... Ah, maar die was daar ook? Die was daar ook, Die was daar als vertegenwoordiger van zo. Dan het betalende platform, zo het cloud service, zo Onsell, is eigenlijk dan een cloud collaboration tool. Ook open source, maar je betaalt dan een fee voor het feit dat je die service kunt gebruiken. En die dacht, ik teken dat even heel snel naast. Standje daarnaast was van Prusa. Prusa. Open source 3D-printers. Je kunt uiteraard gewoon een 3D-printer kopen en je betaalt dan eigenlijk voor de service van iemand die alle motorjes, alle elektronica, alle 3D-onderdelen al voor je geprint heeft. En je kunt dan eigenlijk een 3D-printer, maar je kunt die volledig ook zelf open source maken. Als je goed, alle bronbestanden staan volledig vrij. En die is met zijn 3D-ontwerp naar daar gegaan en die hebben daar gewoon geprint. En pakt een uur, anderhalf uur later, waren daar 20 sleuteltjes en was het probleem opgelost. Oh. Prachtig. Maar... En konden de nerds schijten. Ja. Maar, een beetje kakken op de betalende software. Zo. Maar zeg nu zelf, als uithangbord van het bedrijf op een beurs, is dat toch wel uitpakken. Dankzij ons kunnen jullie schijten. Het is gewoon heel schoon om te zien dat gewoon de attitude van een maker, van een hacker, van dat is een probleem, we lossen dat op. En dan alles beschikbare open source dingen die dat er schoon naast elkaar waren, gewoon gebruikt om het probleem eigenlijk gewoon direct op te lossen. En dan ineens was al het wc-papier gepikt. Ja, waarschijnlijk. Wie heeft dat gedaan? En nu zijn ze van die PLA aan het maken van wc-papier, dat je kunt 3D-printen met wc-papier. Ja, ik zou gewoon een hamer 3D-printen. Kan ook. Oké. Maar goed, dankzij jou weten we dat er in de open source wereld veel shit geproduceerd wordt. Kurt, je hebt je ook geamuseerd met katsoftware hier van achter. Want we zaten hier van achter al even te wachten, omdat alles al technisch supergoed voorbereid was. En ik kijk op Kurt zijn scherm. En wat is Kurt aan het maken met zijn 3D-software? Is hem toch gewoon een kastaar aan het maken? Nee. Dus binnenkort kan iedereen zijn eigen kastaar afdrukken. We moeten dat nog wel even checken. Of dat het niet auteurs... Ja. Ja. Beschermd is en zo. Zo gaat dat, hè. Je komt dan met zo'n kastaar backstage en opeens ligt er naast je zo een bakje open van een elektronische schuifmaat.
En rechts van u zit Curtis met zijn elektronische schuifmaat al die afmetingen van dat. Ik dacht dat hij frenologisch onderzoek aan het doen was. Hoe lang heb je hier nu aan gewerkt, Kurt? Een kwartiertje. Oh, flexen. Een uurtje. Voilà. Dus op een kwartiertje was er een 3D-model van de Kastaars. En kijk, dus voor iedereen die wil, we zullen de 3D-files online zetten. Als we toestemming krijgen, moeten we nog even checken. In de versie die online komt. Ja, voilà. Dankzij. En dan zetten we hem online, kunnen thuis een kastaar printen. Voilà, we zullen er een klein Nerdland-logootje op zetten dat hij nog gepersonaliseerd is. Niet dat wij veel belang hechten aan die kastaar. Nee, nee. Dat is ook heel relatief en zo. En dat is zo, allee, ja, awardshows zijn eigenlijk de wat is dat eigenlijk, ja, winnen? Voilà. Ja, het is dat. Ja. Goed. Dankjewel, Kurt. Maar dan is het intussen wel onherroepelijk tijd voor... Het Silicon Valley nieuws van deze maand. Laat ons beginnen met zeer blij te zijn dat het geen Musk-nieuws niet meer is. Of we moesten inzoomen op zijn gênante Twitter-gedrag verbonden met ons land van de voorbije maand. Skip to the next niet opzoeken. Phase. Nee. Wat is er gebeurd? Een Starship-lancering. Yeah. Yeah. Het Starship, dus het grootste ruimtetuig dat ooit bestaan heeft, is voor de derde keer gelanceerd. Het was de derde proeflancering. Bij de eerste is die zo op weg naar boven ontploft. Mm-hmm. Bij de tweede is die dan na anderhalve minuut of zo, denk ik. Bij de stage separation ging het mis en is die beginnen tollen en ontploft. En dit keer, ik denk dat het 57 minuten geduurd heeft, de volledige lancering. Noemden ze het bij de eerste niet al grappend Rapid Unscheduled Disassembly? Ja, inderdaad, ja. Ja. Voilà, dus hij is vertrokken. Het lanceerplatform is niet ontploft, wat dat bij de eerste keer gebeurd was. Hij heeft orbital speed bereikt, dus de snelheid die je nodig hebt om in orbit te zijn, maar hij was niet in orbit. Mm. Omdat hij nog een iets te hoge parabolische baan had, denk ik dan, en dat hij eigenlijk terug naar de aarde op weg was. Hoe groot is dit ding nu? Want ik vind het niet echt een banana for scale, maar dit is een 100 meter hoog of zo. Dit is toch wel gigantisch groot. Ja, denk ik zelfs. Ja, 170 of zo, dacht ik. Ik weet dat er aan de... volgens mij is het aan... Starship zelf is al 50 meter, denk ik. Starship is dus het bovenste stuk en daaronder staat de booster. Ja. Bij de Apollo-missies stond er in Nederland aan een kerk, ik denk in Utrecht, stond er een heel groot 2D houten model tot bovenaan op die kerk van dezelfde grootte. Dat Krititular had dat gebouwd. 122 meter hoog in zijn totaal. Als je alles op elkaar zet, dat is redelijk gigantisch. 122 meter. Ja, is er een gebouw waarmee dat wordt kunnen vergelijken? Hoe hoog is de Beurentoren? Nee, niemand in de zaal die ook... De kathedraal. Kathedraal, jongen. Hoe hoog is die kathedraal? Niet allemaal door mekaar, hè, gasten. Zeg. 122. Voilà, ja, zo groot of de kathedraal. Dan zitten er toch wat over, Antoon. Ik vind hier op Wikipedia staat er height 112 met de antenne erop, maar dat is vals spelen. Want dat is een boerentoren, denk ik. Antenne... Sorry, de moet in de kathedraal. Zijn allemaal bij de kathedraal, hè. Allemaal bij de kathedraal. Nee, de boerentoren. Zwaar ze gaan aanpakken. Ah, sorry, de gothic triedrol van Arlady. Jij ziet een van de perkings, hè. Huppakee, we zijn ze. 120 meter. Oké. En we zijn van Antwerpen. Ja. Dus eigenlijk even groot. Ik ben van Mechelen. Onze Sint-Rombouts-toren is niet zo hoog geworden omdat de kathedraal hoger moest zijn. Dat was iets met die stenen. Dus de Sint-Rombouts-toren in Mechelen die is afge... Dat is geen punt. Ik denk dat geld op was. Dat kun je ook wel eens voor hebben in die tijd. Maar ja, zie je, voilà, dat is de Sint-Rombouts-toren in Mechelen. En dat moest dus ook zo'n piek worden, gelijk de kathedraal. Maar dan was het geld op. Voilà. Ja, en misschien ook... Dachten jullie, als de maan erdoor scheen, dat hij in brand stond? Elke keer! Ja, maar ja. What, too soon? voilà. Ik vind het wel een goede vergelijking. Dus je kunt naar de kathedraal van Antwerpen kijken en dan denken van zo hoog. Die kan opstijgen eigenlijk. Ja, stel je voilà. Voor dat de kathedraal van Antwerpen verdwijnt. Gewoon ineens omhoog gaan. Gewoon. Naar God. Ja. En vooral dat Antwerpen, heel Antwerpen, meneer zo... FNF. Dat is plan B van Fernand Huts. Ik pak dat spel hier mee en ik zet dat in Dubai. En straks komt dat terug naar beneden in het Schelte. Ik stik er een dinosaurus in, ik zie dat naar Mars, jong. Hier zie je. Voilà.
Maar dus ja, dat hele gigantische spel is opgestegen. Er staan prachtige beelden op YouTube. De bedoeling was, of ja, mocht alles helemaal gelukt zijn, de kans was heel klein, was dat effectief, ik denk, zowel de booster als het Starship gingen landen. Ik denk wel dat landingen op zee waren. Uit, ja. Ja, gewoon om te testen, kunnen we ze tot de juiste snelheid krijgen, meneer. Dat is twee keer mislukt. De booster is, ik las, aan Mach 6 op het zeeniveau geknald. 6 keer de geluidssnelheid. En missen een buik eerst. Oh nee. Dat was pijnlijk. Dat is de bedoeling dat je... Ja. Maar je zag het live ook wel. Hè? Live zie je zo hoeveel raketjes zo eraan zijn. Je kunt dat zien in zo'n diagrammetje. Dus ik was live aan het kijken. En ze moesten volgens mij allemaal terug gaan oplichten. En er waren er 2 of 3. Ja. Ja. Dus je hoorde zo de mensen die dat aan vertellen waren. Was zo, oh. Ja, er stond nog een camera op. Dus je zag ineens de zee gewoon heel snel dichterbij komen. Oh. Ja, heel inderdaad, snel de snelheid waarmee dat... Dus er hingen zo 2 lage wolken precies. Tussen wat wij ervaren als outer space en dan in de atmosfeer. De snelheid waarmee dat die voorbij zoefde, dat was... En je zag die teller ook zo naar boven gaan... 1000 kilometer per uur, 2000 kilometer per uur, 3000 kilometer. En dan bij 4000 was de feed los, denk ik. En dan, ja. Oké, dan knalde hij op het zee. Ja, goed. Maar een booster moet eerst nog omdraaien en terugbranden, dat hij een stuk terugkeert. En dan moet hij nog kunnen afremmen, moet hij gigantische snelheid kunnen afremmen. Maar ik denk dat hij wel goed was omgekeerd. Hij was juist georiënteerd, maar hij is wel stevig... Of, maar dat zijn we hier aan het zien. Ik denk, je had iets over het plasma. Nee, dat is straks, dat is straks maar pas. Ik ben te vroeg. Oh, je hebt dat nog niet gezien. Het is vooral de story of your life. Amai. Die heeft zo, dat is zo Hattie en Els in één geworden. Amai, zeg. Al het sarcasme zit nu in één persoon. Maar ik vind niet alleen al het sarcasme, maar ook alle bedweetjes. Is dat besmettelijk wat dat Hattie heeft? Maar het was zowel bij de booster als bij het Starship zelf het probleem om de motoren terug aan te steken. En daardoor inderdaad is hem niet in orbit gegaan, omdat op het moment dat zijn motoren terug moesten aanschieten, lukte dat niet en is hem blijven spinnen. En uiteindelijk is hem dan terug richting aarde gegaan. Ja. Maar dus de booster heeft zijn werk gedaan en heeft dan de Starship afgeleverd. De separation hebben ze iets nieuws geprobeerd. Het was een hot separation. Ja. Dus de motoren worden aangestoken vlak voordat losgekoppeld wordt. En die blazen dan de booster een beetje achteruit. Ja. Dat ging veel beter dan vorige keer. De booster, ja, inderdaad, te weinig motoren om te kunnen afremmen. Dus aan een gigantische snelheid in de zee geknald. Het Starship heeft dan verder gevlogen en is dan uiteindelijk terug in aanraking gekomen met de atmosfeer. En dat was nu toch wel het meest magische moment van die lancering. Dat jullie nog niet gezien. Waarschijnlijk beeld. Het moment dat hij terug de atmosfeer raakt. Ik denk dat ze... Ja, kijk, ze zitten op 120 kilometer, dus dat is een hele ijle atmosfeer. Maar door die enorme snelheid van op dat moment 26.600 kilometer per uur, is de hitte zodanig groot dat die ijle lucht plasma wordt. Ja. Dus dat die echt plasma wordt onder die vleugeltjes. Wat? En dan krijg je zo'n soort noorderlichtachtige gloed die van onder die raket eigenlijk wegwaait. Maar ik skip naar de plasma. Ja, door dat te zien besefte ik, dat is iets dat ik eigenlijk nog nooit in het echt gezien had. Het was ook op video, hè, Bart? Dus het was niet dat je... Maar, ja, je kent dat van renders, je kent dat van films, van animaties. Kijk, en dit, dat is de eerste keer dat je gewoon echt ziet. Voor de mensen thuis, een vleugel van... dit is het Starship. Het Starship, ja. Starship dat terug naar beneden komt. Een soort van halo-achtige gloed rond het vleugeltje. Het is wel, als je het wel zelf wilt zien, niet de volledige grote plasma, maar mensen die lassen, dan krijg je een plasmaboog. Omdat je eigenlijk tegen een heel hoog amperage stroom daarop zet. Als je op elektrisch last, ja, inderdaad. Ja, hoe lastig. Met gas. Je kunt met gas. Ja, inderdaad. Ja, branders, er is volgens mij ook een manier om dat in je microgolf te doen. Druif in de microgolf? Ja. Als je een druif in twee snijdt, en je legt die ondersteboven in de microgolf, dan gaan er plasmavonkjes dus boven Bart, de druif. Dus Bart, ik denk dat jij gewoon je best niet hebt gedaan. wij waren thuis te arm voor druiven in de microgolf. Wij deden rapen in een pan. Er kwam geen plasma uit. Ik heb ook gewoon nog nooit fruit in het echt gezien. Heb jij geen Apple-computer? Ja. Kom, weg met die kastaardekken. Ja. Maar dus, ik vind het magnifiek om te zien dat die vleugeltjes zo bewegen. En die vinnen doen mij zo een beetje denken aan zo walvisvinnetjes. Zo iets te klein voor dat gigantisch ding. En dat was zo'n beetje een metalen walvis die zo op een plasma zijn richting wat aan het zoeken is met die vleugeltjes. Als je goed luistert, hoor je ook...
Maar ze wouden hier effectief ook de hitteschilden testen dat er aanhingen om te zien of dat de atmosfeer binnen zou kunnen. Maar dat is ook een beetje mislukt, omdat als je goed kijkt naar het filmpje, dan zie je ook gigantisch veel brokstukken die daar gewoon aan het wegvliegen zijn, omdat hem niet op de juiste richting... De juiste engel. De juiste engel binnenkwam. En dus eigenlijk stukken die dan niet met die beschermende tiles bezet waren, dat die eigenlijk in contact kwamen met de atmosfeer. We zitten al op het einde van het filmpje en de camera is het al aan het begeven, denk ik. Maar dat is ook wel cool, dat die beelden dat we die hebben. Dat is toch zot? Dat is 120 kilometer in de ruimte. Ja, en de reden waarom wij dit als eerste keer gezien hebben. Normaal gezien heb je op dit moment... De Space Shuttle had dit ook. Maar op het moment dat de Space Shuttle plasma begon te produceren rondom zich, had je een radio blackout. Ja. Omdat radiogolven compleet verstoord worden door die atoomkernen en elektronen die van elkaar losgetrokken zijn. Maar deze communiceerde via Starlink. Ja. Dus die beamde naar boven naar een Starlink-satelliet. Niet naar de aarde. En via Starlink-satellieten hebben wij voor de eerste keer dit soort plasmaontwikkeling kunnen zien, eigenlijk. Ja. Live dan? Ja, voilà. Nee, maar ik denk dat achteraf ook... achteraf op tape maar ik ben bij de Space Shuttle dat er aan de buitenkant zo geen cameraatje zat om dat te filmen. Vanuit de cockpit wel. Hè. Vanuit de cockpit zag je zo die gloed zo een beetje daar rond. Maar dit soort... Zo, ja, het gedrag van dat vinneke en hoe dat zo eigenlijk aerodynamisch daar rond verandert terwijl dat die flappert, is wel magnifiek. Dat is wel super straf. Hoe lang is het nog maar geleden dat het hele platform smolt? Oh ja, maar we zaten hier vorig jaar in Den Arenberg en dan hebben we het filmpje laten zien van die brokken van de lanceerplatform dat op een auto ketsen. Dat hebben we toen laten zien. Dat is heel de rap, hè, mannen. Dat is heel de fail-forward van Musk. Goed, op Twitter veel te backward, maar... dat is heel die, hem in alle kanten, nee. Heel die fail-forward van als je veel probeert, uit elke poging... Dat is het omgekeerde van de NASA. Hè. Die wachten jaren en jaren tot als alles zeker was. Mm. En een ontplofte raket was een drama. En Musk zegt... Ja, Musk is voor het grootste deel gaat dat over production. Snelle, goedkope productie. Zowel van auto's als van Starlink-satellieten als van raketten. En hij zegt... If you build a lot of stuff, you can blow a lot of stuff up. Ja, wel, maar in ding is... Scott Manley is een heel interessant YouTube... interessant om op YouTube te volgen. Die zegt nu van... Er zijn nu 4 raketten klaar die gewoon dit jaar nog kunnen lanceren. 4 starships die 4 staan wachten. Die al in productie klaar zijn. Dus hij voorspelt dat er dit jaar 2, 3, misschien zelfs nog 4 lanceringen gaan gebeuren. Ja. Even over die hitte. Dus dat klinkt als een enorm probleem, het feit dat er zo'n hitteontwikkeling is bij die re-entry. Eigenlijk is die hitte de grote vriend van de raket, omdat dat de enige manier is om je snelheid te verliezen. Je hebt behoud van energie, dus je raket vliegt aan 28.000 km per uur. Trager kan niet, want dan zit het niet in orbit, dan stort het terug neer op de aarde. Je vliegt aan 28.000 km per uur en de enige manier om te landen is je snelheid kwijtgeraakt. Wrijving. Maar je hebt behoud van energie, dus je moet dat... Op aarde is het gemakkelijk, je hebt overal wrijving, dus we remmen af in de ruimte. Eens dat je die snelheid hebt, heb je die en je kunt die aan niks kwijt. Ofwel moet je met je motoren tegengas geven, maar dan heb je evenveel energie nodig... per definitie om te landen als om op te stijgen. Ofwel maak je gebruik van die wrijving van die lucht en dus alle hitte die geproduceerd wordt is eigenlijk snelheid die omgezet wordt in hitte. En dus via behoud van energie wilde net zoveel mogelijk hitte produceren, omdat dat de beste manier is om af te remmen. Maar dat weet iedereen nu wel, denk ik, Celine. Ja, voilà. Ja, uiteraard. Ja, tuurlijk. Hey, nu nog iets zeggen over dat plasma? Ik denk het niet. Hè. Het was gewoon mooi. Het was mooi, ja. Kun je nog eens één keer de raket in de ruimte opzetten? De raket of het plasma? De raket gewoon in de ruimte. De raket zonder het naar plasma. Kijk, ik wou gewoon eens zien... Oké, dat kan allemaal. Huppakee, zo. Maar in de ruimte... Dus al die motoren die bezig als zijn. Aan het, Dat is de raket in de ruimte, hè, Bart? Ik weet nog niet, dat is nog geen ruimte. Onboard camera. Wilde het andere filmpje? Ja, dan moet ik toch dat andere filmpje. Mannetjes, toch wat het is geoefend. En dan komt er een moppetje en dan... Ja, jongens, toch, jongens. Hier, raket in de ruimte. Dat is het dat we nodig hebben, hè? Ah, nee, toch. Ik dacht misschien dat je Sint-Anneke kon zien, man. Zet maar af. Setup mopverhouding berekend. Exponentieel hoog. Maar wat hebben wij wel gemerkt? Want wij hebben die vinnekes van dat Starship zo zien bewegen om zichzelf te positioneren. En wij hebben nog iemand hier aanwezig, backstage, die zichzelf kan positioneren op een... Ja, Poncho kan zichzelf Af en toe, we hebben een hondje backstage en af en toe voelt hij aan de lucht dat hij zijn evenwicht verliest. Ja. En dan moet hij dus net zoals het Starship, moet hij eigenlijk met zijn vinnekes eigenlijk een beetje... Oh, voilà, kijk, hij remt een beetje af. Beetje naar links, ja, voilà, links omhoog, ja.
Ja. Aerodynamisch, oh kijk, oh, daar gaat hij. Ja, voilà. Oh, ah, nee, is weg. Ja, voilà. Dus eigenlijk, ja, helaas zonder plasma, want de druiven waren op. Dus dat ging niet meer. Ja, voilà. Plasma, jongen. Ja. Dat is waar, ja. Eet hem al, hè. Ja. De kastaar staat weer bij Kurt. Dat is inderdaad iets dat je niet mag zeggen tegen een hond. Hè. Nee. Nooit plasma zeggen als een hond erbij is. Maar ook niet tegen mij. Als je dat moet gaan geven in zo'n centrum van de Rode Kruis. Plasma! Nog één Silicon Valley nieuwsje. Apple is dan toch eindelijk finaal gestopt met de Apple Car waar ze eigenlijk niet mee bezig waren. Ja. Dus Apple was volgens de geruchten bezig met een Apple Car. Maar zij zeiden van, maybe, zeiden zij altijd, als het dan officieel gevraagd werd. Blijkbaar is dat een project dat opgestart is, terug uitgezet, weer opgestart enzovoort. Er is een moment dat Apple Tesla wou kopen. Ja. Dus Apple dacht, in plaats van zelf onze zelfrijdende auto te bouwen, gaan wij gewoon Tesla opkopen. En toen dachten ze, ja nee, dat gaat goedkoper zijn om dat zelf te doen. Dachten ze. Ja. En dus dan is er heel lang gewerkt aan de Apple Car, in het geheim of in het pseudo-geheim. Ja, en met veel volk. Ik denk dat er 2000 man of zo absoluut tegelijk mee bezig was. Er is ook een tijdje geweest dat ze dachten van, oké, wij moeten niet zelf een fysieke auto bouwen, maar wij gaan de software bouwen. Wij gaan de self-driving software bouwen, die dan gaat draaien op auto's van andere producenten die de juiste hardware hebben. Blijkbaar, want nu komt alles naar boven. Nu dat finaal gedaan is, komen er zo boeken uit en blogposts van mensen die intern zaten. En blijkbaar waren er verschillende hoge mensen bij Apple, waarbij er sommige tegenstanders en sommige voorstanders zaten en was dat een soort getouwtrek van hier naar daar. Een van de redenen dat ze eraan voortgewerkt hebben was omdat, 2014 ongeveer, was Tesla het hipste ding in Silicon Valley. En zij waren bang dat ze ingenieurs gingen verliezen aan Tesla. Die dachten van, oh, maar nu is dat cooler dan Apple, dus ik ga naar daar. En ze zeiden, maar nee, maar wij gaan ook een auto maken. En zo hebben ze die dan aan boord gehouden. En dus dat is een tijdje verschoven. De reden dat het nu finaal afgekapt is, is omdat ze alles in AI willen steken. Zoals iedereen daar. Hè? Dus ze willen gewoon alles in generative AI steken en ze hebben de centen nodig. En ook omdat voor full self-driving, iets wat Tesla al lang mee uitpakt, van volgend jaar hebben we full self-driving en over 2 jaar hebben we het. En over, blijkbaar, iedereen denkt van oké, iets ontwikkelen, dat is een lineaire schaal. Zo van, je begint het heel moeilijk en er begint steeds meer en meer te lukken en dan is het af. Voor full self-driving zit je blijkbaar op een punt waar dat de laatste 3% dat je moet oplossen verschrikkelijk moeilijk zijn. Absoluut, ja. Verkeerssituaties in het wild, niet in gecontroleerde omgevingen. Je hebt nu nog genoeg filmpjes van die Tesla's die opeens een vuilbak willen aanrijden of zo. Dat is allemaal achteraf te verklaren. Maar die laatste 3% van full self-driving is enorm moeilijk. En daar heeft Apple ook zich tegen op een bepaald moment gezegd van kijk, we kunnen hier nog 20 jaar R&D insteken, maar we denken niet dat dat genoeg gaat zijn. Ja. Ik beschrijf het in mijn AI-show ook als uw auto full self-driving is, dus zonder dat de bestuurder tussenkomt, dan moet uw verkeerslichtherkenning 100% betrouwbaar zijn. En niet 99,9. Want bij 99,9 ga je er eigenlijk mee akkoord dat één keer op 1000 een auto het rood licht negeert. En dat is geweldig lastig. Is dat meer of minder dan in het echt? Ja, wel. Die statistieken met in het echt, dat is ook iets waar dat vaak mee gespeeld wordt. En Musk doet dat ook, van het is veiliger dan een echte chauffeur, maar je moet naar het aantal minuten kijken dat iemand rijdt. En niet het aantal wagens die op de weg zijn. Daar kun je mee spelen. Er is ook nog een reden waarom dat Apple deze auto niet wou maken. Dat is omdat je hem zo zou moeten opladen, blijkbaar. Ja. 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 En, voor de mensen thuis, het is een foto van het is een persiflage op de gedoodverfde Apple muis die dat je enkel kunt opladen door een kabel van onderin te steken, zodat je de muis niet meer kunt gebruiken. En vooral maar het feit dat dat ook USB-C moest zijn. Ja, dat is een duur kabeltje. En ook, Kendra, je koopt in een kabel en na 5 keer moet je zo beginnen zoeken wat de auto er juist in zit. Ja. Moet je de kabel zo half op een vuilbak zetten. Pepim, pepoem, pepim, poem, pim, poem. En 's morgens worden wakker en dat kabeltje zat los en is maar 10% opgeladen. Enfin, dat soort miserie. Heeft Apple eigenlijk ooit een ontwerp laten zien? Nee, er zijn wel parodieën verschenen. Zo, ja, white and shiny natuurlijk. Volledig glazen dak is lang een gerucht geweest. Zo panorama dak. Een rijdende iPod waarschijnlijk. Ze hebben één keer zelfs een ontwerp getoond van een soort minivan. Zo'n beetje gelijk die Volkswagen California. Een soort minivan, maar zonder stuur. Dus echt om zo uit te pakken van, ja maar nee, waar dat wij aan werken, dat is echt wel, dan heb je gewoon geen stuur meer nodig. Ik kan hem laten zien, maar die auto ziet er echt uit alsof hij een heel laag IQ heeft, sorry maar. Dat is geen slimme auto. Inderdaad, je hoort je ook zo zeggen, waar moet ik zijn? Ja. Naar waar is, wat is mijn voorkant? Ik denk, als Apple een GFT-bakje voor in de keuken zou maken,
dat er ook zo zou uitzien, eigenlijk zo. Ja. Ja. Maar goed, kijk, ja, de Apple Car heeft dit niet gehaald. Wat ging ik daar nu nog over zeggen? Dat weet ik dus niet meer. Ik begin langzaam alles te vergeten wat ik eigenlijk nog wil zeggen. Nog 5 jaar en die podcast is van ons. Er is stiekem kwik in mijn eten aan toen, af en toe. Om het, het vervalproces... Lang leven de koning. Alright, tot daar het Silicon Valley nieuws van deze week. Wij gaan over naar nog enkele dingetjes die ons opgevallen zijn. Zoals, ja, is het een biochemisch schandaal in Amerika, Jeroen? We gaan even de volksjury worden, want deze man heeft op 14 maart 2024 schuldig gepleit aan een verschrikkelijk feit. Ik zie hier een man zitten met een beetje stoppelbaard. Hij lijkt op de hide the pain meme the kerel, pain herald, ja. Maar ja, dan wel met een crystal meth verslaving. Dit is Arthur Schubart. Hij is 80 jaar uit Vaughan, Montana. Dat is in de Verenigde Staten natuurlijk. Voor 80 ziet hij er goed uit, ga ik er wel bij zeggen. En die heeft schuldig verklaard aan de misdaad. Die heeft namelijk al 10 jaar geprobeerd om een gigantisch hybride schaap te klonen om op te jagen. Oké, enkele stappen terug, Jeroen. Even stapjes terug, ja. Van waar dus, is de man trouwens? Is het Florida? Het is Vaughan, Montana. Dus Montana. We zijn wel redneck area. Dus deze man probeerde al 10 jaar een zo groot mogelijk schaap te maken, zodat hij dat kan verkopen aan exclusieve jachtloges, zodat mensen voor veel geld op het grootste schaap ter wereld kunnen jagen. Mensen die slecht kunnen mikken dan eigenlijk. Ja, dat ook. Ja, ja. Voilà, ja. Wat is zijn verhaal? Hij probeert er al 10 jaar te doen. In 2013 heeft hij een niet geïdentificeerde handlanger, want de zaak is nog altijd niet helemaal opgerold. Hij heeft handlangers, maar ze weten niet wie. Heeft hij een niet geïdentificeerde handlanger naar Kirgizistan gestuurd om daar weefsel te stelen van dit schaap. Ja, niet specifiek dit schaap, deze zijn al dood. Een schapensoort. Een schapensoort. Dit is het Marco Polo Argili schaap. Een schaap dat ontdekt werd door de bekende ontdekkingsreiziger Marco Polo, enfin, John Cook, nee, sorry, legt hem op te maken, iemand anders. Nee, Marco Polo heeft dat in... En met ontdekt bedoelen we de eerste westerse man die het gezien heeft. Ja, Marco, ja. Hij zag er op zee drijven. Ja, was raar. Al binnen. Marco Polo, het is een schaap ontdekt in de 13e eeuw, dat weegt ongeveer 140 kilogram. Het heeft horens van tot wel 1,8 meter, van links tot rechts. Is en zowel... dat zo groot als de kathedraal? Of hoe is dat precies? Het is ietsjes kleiner dan de kathedraal, bijna de boerentoren. Het is een van de hele weinige schapen die wiens reactie op een roofdier is, ik loop snel weg. Dit is een van de enige schapen die dat roofdier ook echt kan eraf lopen. Die sneller is dat komt omdat ze zo groot en snel zijn. Dan lange benen. Ja. Normaal gezien zou een schaap doodspelen. Inderdaad. Ja, ja, oké. Okay. Ja, okay. Dus hij heeft weefsel van dat schaap laten naar de Verenigde Staten brengen. Ja, dat is verboden om mee terug te nemen, uiteraard. Ah, dat is een biohazard van kan niet meer. In 2015 heeft Mr. Schubart dan een dodgy online Koreaans labo gemaild om te zeggen van, zeg, ik heb hier in mijn frigo een hoop weefsel van een schaap. Kunnen jullie mij daar embryo's van maken die dat ik dan hier thuis kan toegestuurd krijgen? Dus bij Zuid-Korea, een labo heeft die embryo's gemaakt. Een jaar later ontvangt die man 165 embryo's. Die hebben dat effectief gemaakt? Die hebben dat effectief gemaakt op bestelling. Damn. Ja. En Zuid-Korea is ook het land waar je honden kan laten klonen. Hè? Ja. Dat is ook Zuid-Koreaans. Het is met dat soort tussen dingetjes. Ja. Hij heeft die embryo's vervolgens ingeplant in zijn eigen schapen. Ja? Hier links zien we een van zijn normale schapen. Als je daar zo'n Marco Polo embryo inplant en je laat dat schaap geboren worden, dan krijg je dat. Ja? Wacht, maar niet goed. Het was een embryo van een kloon. Dus... Een embryo van een Marco Polo Argili-schaap. Dus het grote schaap moest geboren worden uit het normale schaap. Uit het normale schaap. Oh, damn. Ja. Dat maar heeft hij geprobeerd. Het is exact wat we zouden doen om een mammoet te krijgen. Ja, met een olifant. Ja. Ja, dat is waar. Ja, dit is het resultaat. Hij noemde deze nieuwe schapensoort, noemde hij dan eigenlijk de Montana Mountain King. En dat was ook zijn productnaam waarmee dat hem het verkocht. Maar genetisch is het gelijk aan het Marco Polo schaap. Met een beetje genetisch materiaal van zijn originele schapen ook. Hè. Hoe dan? Ah ja, zijn moeder heeft dat... Ah ja, het embryo... Nee, inderdaad. Het is volledig gelijk aan het Marco Polo schaap. Dat klopt. Ja. Hij vond het dan nog niet goed genoeg. En als hij hier niet is, moet ik dit niet meedoen. Dat is uiteindelijk. Hij vond dat nog niet goed genoeg. Hij is tegen de lamp gelopen toen hij dacht van ik moet dat schaap nog groter en beefier maken. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft proberen testikels te kopen van een dikhoornschaap. Oh, Jesus. Ja. Dit is een dikhoornschaap. Dat is ook een vrij chonky schaap. Ik hoor het geluid erbij ook als ik dit zie. Om die testikels van dat schaap te kopen, heeft hij papieren moeten vervalsen. En dat is waar hij tegen de lamp gelopen is. Ah, that was your final mistake.
Hij verkocht de Montana Mountain King. Hij verkocht die per staal aan $10,000. Hij heeft daar dus vrij veel geld mee opgehaald. En dus nu riskeert hij een gevangenisstraf van 10 jaar in de gevangenis en $250,000 aan schadevergoeding. En zo zie je dat de innovatieve ondernemer toch altijd weer gepakt wordt. Ja. Door de regelgeverij hier, als je nog niet eens wat illegaal weefsel uit een ander land mag laten binnenbrengen. Ja, voilà. En dus in maart tegen de lamp gelopen. Dat ziet er een gezellige oude man uit. Maar hij ziet er echt goed uit voor zijn 80, moet ik zeggen. Ja. Dat zal een oudere foto zijn. Dat is de reden dat ik het ook heb. Zijn Facebook stond open en hij heeft heel veel trotse foto's van hem. Met zijn absolute horrorschapen. Beetje een probleem. Ja. Boomer Facebook. Boomer Face, ja. Dus ja, een man aangehouden voor een soort van bioterrorisme. Want dat is om de inheemse soorten te beschermen en geen ziektes binnen te brengen. Dat is dus de reden waarom dat je dat niet mocht doen. Ja. De kans is dat je een soort van superschaap creëert. En de belangrijkste reden was, we gaan erop schieten. Dat is het is een groot chonky schaap om op te schieten. Ja, dat is een beetje het punt. Ja. Vooral zijn er reflex van, weet je wat? Als ik nu ergens anders schapenkloten ga halen en ik breng die ook in de mix. Voilà, kijk. Goed gedaan, maar helaas niet gelukt van de man. We gaan alweer naar de fysica. Het is wel de toegepaste fysica. Saai. Natta... Wat blijkt? Er is alweer een grote doorbraak in de kernfusie die eindelijk tot betaalbare kernfusie zal leiden. Nieuws. Ja, het is nieuws dat ons om de zoveel maand bereikt, maar telkens hopen we dat het effectief een doorbraak is, want kernfusie zou veel kunnen oplossen in onze energieproblematiek. Wat is er dit keer gebeurd? Ja, er zijn inderdaad al veel breakthroughs geweest. Zeker, dit gaat over een project aan MIT en dat zijn wel echt voorlopers wat betreft... Als ik denk aan kernfusie, dan kijk ik wel naar daar om... Naar MIT? Om daar progress te zien. Ja, voilà. Er gebeurt heel veel onderzoek op kernfusie. In Europa ook. We hebben ITER wordt gebouwd. Enorm grote testreactor. Maar echt enorm groot. Die gaan proberen door schaalvergroting het op te lossen. Misschien kleine opfrissing. Kernsplitsing is het splitsen van zware atomen waarbij energie vrijkomt. Kernfusie is het doen samensmelten van lichte atomen waarbij ook energie vrijkomt. Want natuurlijk... En waar ligt de grens tussen... Dus lichte atomen kunnen doen samensmelten om energie te krijgen en zware atomen kunnen splitsen om energie te krijgen. En waar ligt de grens in de tabel van Mendeleev? I literally just told you so. IJzer. Inderdaad. IJzer is het atoom waar dat eigenlijk in evenwicht is. En vanaf dat je links ook van IJzer gaat... Ja, voilà, inderdaad. Links van IJzer kun je doen samensmelten om energie te maken. En rechts van IJzer kun je splitsen om energie te maken. Ja, en er zijn meer voordelen aan kernfusie ook. Hè. Het levert veel meer energie op dan splijting. En je hebt veel minder radioactieve stof dat vrijkomt. Je hebt veel minder afval. En je grondstof is zwaar water. Tritium is dat, denk ik. Hè? En kunt je gewoon uit de zee halen. Er zit meer dan genoeg van die atomen in zeewater om de rest van de mensheid, zeg ik dan, lichtvoorbarig te voorzien. Want uranium, aan het huidige tempo, zal uranium op zijn voor de olie. Dus nu, er zijn andere stoffen. Je kunt met plutonium en met thorium kunnen bijvoorbeeld ook werken. Maar uranium is eindig. Ja, klopt. Dus het is een beetje inderdaad zo de heilige graal van moderne wetenschap en van de hele energiesector, denk ik, om zo tot aan kernfusie te geraken. En vooralsnog is dat nooit... ze hebben daar nog nooit toe gekomen om netto energie uit kernfusie te halen. Ja. Dus heel het concept is eigenlijk... kernfusie aan zich is één ding, maar we willen er ook gewoon niet meer energie in steken dan we eruit krijgen. En dat is waar ze inderdaad nu zich heel hard op focussen. Want wat hebben we nodig om aan kernfusie te doen? Dat is enerzijds een reactor, de kernreactor. Op MIT doen ze dat met de tokamak. Dat is een donutvormige kamer eigenlijk. Ten tweede heb je uw fuel nodig. Dat gaat het plasma zijn dat van binnen ronddraait. Mm-hmm. Dat extreem verhit moet worden. En ten derde heb je dan een manier nodig om dat plasma op zijn plaats te houden. Je kunt dat niet gewoon in contact laten komen met materiaal. Dan kan niemand dat vasthouden. Niemand kan dat vasthouden. Dus er moet een manier worden gevonden om dat te containen. En dat gebeurt aan de hand van supergeleidende magneten. Het materiaal is zodanig heet dat er niks beschikbaar is op aarde waar absoluut het niet niks door zou smelten. Maar als je dat met magneten in de lucht houdt, dan kun je toen zweven en dan kan het wel. Ja, ja dat klopt. En dus de moeilijkheid, dat is de moeilijkheid, hoe kunnen we batterijen maken die sterk genoeg zijn om zo'n magnetisch veld op te wekken? En hoe kunnen we die maken op zo'n manier dat economisch ook gewoon nuttig gaat zijn voor ons?
Dat we, niet niet meer energie steken in het spul omhoog te houden dan dat we eruit krijgen. Ja, want het probleem is, dus, en hier hebben ze de breakthrough al gedaan op MIT, 2 jaar geleden ondertussen al. Ze hebben een batterij gemaakt van 9000 kilo. Ze moeten die heel erg fel afkoelen om supergeleidend te worden. En ze kunnen die nu naar 20 Kelvin, dat is min 253 graden Celsius brengen. Voorheen was dat 4 Kelvin. Dus dat is de temperatuur van de magneten, van de supergeleiders. Ja. Dus dat is al een mega winst dat we nu 16 graden Kelvin daarboven kunnen. En ze kunnen dus nu een magnetisch veld creëren met die magneten dat met een waarde van 20 Tesla, wat genoeg is voor de fusie om de plasma 20 samen te Tesla's, dat is 2 miljoen euro ongeveer. Dat is heel sterk. Dat is een extreem sterk veld, inderdaad. Dus wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben dat allemaal doorgetest, ze hebben die experimenten herhaald, ze hebben een rapport over geschreven, ze hebben het design van de batterij ook nog aangepast. En nu gaan ze dat in hun... Dus volgens de berekeningen zouden ze met die batterijen in het tokamak tot net energie moeten komen van kernfusie. Dus ze zijn dat nu ook aan het maken met de Spark, ook aan MIT. Dat is een tokamak waar ze die nieuwe batterij gaan insteken. Die gaat in 2025 af zijn. En dan gaat er getest kunnen worden of we netto energie kunnen halen. Pas op, dat gaat nog altijd maar zijn 10 seconden dat we dat spel draaien kunnen houden. Maar het lastige is inderdaad, voor supergeleiding heb je dus enorm koude temperaturen nodig. En die magneten die je moet afkoelen tot 4 Kelvin, die staan vlak naast een temperatuur van een paar 10.000 Kelvin, waar die fusie moet plaatsvinden. Echt op meters van elkaar. Dus dat is ingenieurmatig een lastig dingetje. Maar als je die koeling van 4 Kelvin naar 40 Kelvin of 20 Kelvin kunt brengen, dan scheelt dat al enorm. En ze hebben dus de nieuwe breakthrough is dan eigenlijk dat ze het verder onderzocht hebben, maar ze hebben ook nog iets gedaan met, het is heel technisch, maar de supergeleidende tape rond de magneet hebben ze isolatie weggehaald en dat zou ook heel hard zorgen voor bepaalde winst. In elk ingenieursproject zit er ergens tape. Ja. Zit er tape, ja. Toch ja. Maar tape. Het was duct tape waarschijnlijk ook. Maar wat mij ook aan deed denken, je zegt van kernfusietechnologie van de toekomst, het deed me denken aan wat Sam Altman van OpenAI, denk 1 maand of 2 maand geleden, gezegd heeft van de volgende stap om die AI-systemen nog beter te maken, gaat zoveel energie vragen dat we basically kernfusie nodig hebben om tot general artificial intelligence te raken. Dat zijn een shtick nu van, oké, ik heb nog meer kracht nodig. Ja, wat hij zegt is, als we die AI nog meer willen laten een wereldbeeld hebben, hoe werkt de wereld, dan moeten we die video geven. Want het concept zwaartekracht kunnen we het niet echt leren uit een tekst, maar je kunt dat wel leren door video's te processen en te zien dat iets naar beneden valt, altijd. Ja. Maar videoprocessen is makkelijk een factor 1000 meer data dat je moet voeden ten opzichte van de beeldjes, de losse beeldjes en de tekst dat we nu voeden. De factor 1000 rekenkracht, dat kunnen we nog niet. Maar vandaag, los van technologische vooruitgang, denk ik dat het klimaat ook heel blij zou zijn met kernfusie. Absoluut, dat is zeker. Dat is zo. Plus, tokamak is het topwoord. Tokamak. En ze hebben nu ook een sterrenlator of zo, want er wordt enorm veel onderzoek gedaan op allerlei gebieden van tokamak is zeker ook niet de enige soort reactor, inderdaad. Wel, in Nederland, in Eindhoven, was er iemand die werkte op een... Heet het sterrenlator? Het is een stellarator. Ah, stellarator. Voilà. Ja. Het klinkt als een hulpmiddel voor als je slechte been bent, maar dat is het niet. Die heeft een soort andere vorm, waardoor dat je een soort plasmadynamische werveling krijgt en die zou gemakkelijker te controleren zijn. Plasmadynamische werveling is mijn pornonaam. Voilà. Het is een beetje een gedraaide donut eigenlijk. Ja, inderdaad. Dat is een Möbius ring on steroids, precies. Maar die zou gemakkelijker te controleren zijn met magneten. Ah. En dan zijn ze ook nog eens bij Google DeepMind aan het werken aan AI die de sturing van de magneten nog preciezer kan maken, waardoor dat je ook veel preciezere... die magneten moeten constant corrigeren, waardoor dat je veel preciezer zou kunnen... Je hebt zelfs van die setups met lasers en met spiegels en met... Dus... Een andere manier om die enorme temperatuur te creëren is door uw fuel, dus uw waterstof en uw tritium, denk ik zal dat dan zijn, in een klein bolletje te steken. En dan met lasers een heel kort moment die hitte op te wekken en dan krijg je een explosie. En dan moet je gewoon de hitte van die explosie gebruiken. En als het top is, dan doe je het nog een keer. Dat is een andere manier die ook onderzocht wordt. Waarom wordt die in Amerika, werd die in Amerika zeer enthousiast onderzocht? Omdat je die wel in bommen kunt gebruiken. Ja. Dus de waterstofbom. Een waterstofbom is een kernfusiebom. En als ontsteking gebruikt die een gewone atoombom. Dus dat is de ontsteking om de temperatuur hoog genoeg te krijgen, is een gewone atoombom.
En dan voorzie je genoeg waterstof dat die fusie doorgaat en dat je dus die enorme explosie krijgt. Zoals die... ja. Dat zit in het einde van Oppenheimer ook. Die, inderdaad. Die, ja. Maar allee, de tsaar... Spoiler alert, Oppenheimer gaat over een atoombom. Maar de tsaarbomba, denk ik, dus kracht is nooit, was een Russische waterstofbom. Ja, voilà. Maar dus op heel veel gebieden wordt er gezocht naar kernfusie. En wie weet gaan wij het nog meemaken. 2025 is de spark af, dus volgend jaar is het weer misschien, en kunnen zeggen. Voilà, ja. Gelukkig. Elk jaar in de Arenberg. Het is er bijna, jongens. Ja, bijna. Ja, nu hang ik er wel aan vast. Het kan ook een rubriek worden. Bijna kernfusie. All right, wat hebben we nog staan? Zeer belangrijk wetenschappelijk nieuws uit Japan. Namelijk, er is een kat ontsnapt. Wat? Die eerst in een chemisch vat gedoken was. En... Het gaat heel slecht met Marvel. Ja, voilà. Het was in... ik ben de naam vergeten. Fukuyama of zoiets, ik weet het niet. Ja. Fukuyama, voilà. Dat was de stad. En dus er is een hele wijk die nu in paniek is, want er loopt... Een radioactieve kat. Ze is gelukkig niet radioactief, maar nee, er loopt... Maar wel oranje, vermoed ik. Wat zeg je? Wel oranje, vermoed ik. Ja, ik weet het niet precies. Ze zijn een bad met kroomverbindingen gevallen. En een bad met? Kroomverbindingen. Oké. Okay. In een elektrolysebad, denk ik dat is. Het was een fabriek waar ze dus ijzercoatings doen met allerlei chemische stoffen. En er kwam 's morgens iemand binnen in de fabriek en die zag zo heel oranje kattenpootjes staan. En die kwamen uit het vat met de chemische verbinding. Ik vind niet foto's van die kat. Ik vind alleen gekke mock-ups van katten in... Er stond op Futurism stond er een foto van een kat. Ik ben vrij zeker dat het niet die kat was, maar die gaf wel de juiste mood van de kat. Ja, want het ding is dus dat niemand die kat meer heeft gezien. Hè? Dat maar is leeft, soort leeft hij nog? Dat weten ze niet. Maar je kunt gewoon de pootjes volgen. Ze is buiten geraakt, dat weten we. Voilà, de pootjes lopen tot buiten het fabrieksterrein en ze hebben op de bewakingscamera hebben ze ook een kat zien wegspurten. En zo, shit, fuck, deze komt niet op. En dan hebben ze gezien van, oké, die is in dat vat gevallen en die is dan met een kankerverwekkende, leververnielende chemische stof is die de woonwijk ingelopen. I push you, stoutkat. Ja. Maar er lag echt een ijzeren plaat op dat vat en zo. Hè. Het was echt een stoute poes, hè? Ja, voilà. Ja. En ze weten nog altijd niet wat die is. En de specialisten zeggen, ze is vermoedelijk dood. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat een korte dood was voor die kat. Ja, maar niemand weet waar. Carcinogene kat. Ja. Maar misschien heeft hij ondertussen iemand gebeten. Voilà. Die nu superkrachten krijgt. Die nu ook dood is. Kankerman. Waarschijnlijk had er over 15 jaar zo ergens een spouwmuur uitgebroken worden, waar dat een vervelend groen licht uitkwam. En gaat daar dan inderdaad de gespierde kat eigenlijk. Poeh. Maar carcinogene kat klinkt wel als een Suske en Wiske. Dat is een goeie, de carcinogene kat. Ja, de carcinogene kat. Lambiek gaat op zoek naar de kat. Voilà, maar kijk, ze hadden het niet gevonden. We houden jullie op de hoogte. Mocht je op reis gaan naar Japan, in Fukuyama, opletten voor giftige katten die ontsnapt zijn en rondlopen in het wild. Oké, wat staat er hier nog? Ah ja, maar natuurlijk. Hetty zit niet alleen thuis, Els. Hetty zat ook in thuis. Oh my god. Wie heeft het gezien? Wie heeft het live gezien? Hetty in thuis? Drie mensen. Ander publiek. Ik wel. Ik heb het echt gezien. Kleine opfrissing. Als de Wilhelm Scream in thuis ging verwerkt worden, want... Voilà, Hetty, dat is iemand die kat gevonden heeft, denk ik. Hetty is ook Hetty is een trouwe thuisfan. Als de Wilhelm Scream in thuis gestopt wordt, dan ging Hetty meespelen in thuis. Ja, dus het was de schoolste dag van haar leven. En wat blijkt, die Wilhelm Scream had er al 15 keer ingezet, maar ze hebben hem speciaal voor ons nog een keer ingezet. Ja, hij zat ook in de Code van Koppes trouwens, onlangs. Huh? Ja, onlangs in de Koppes. In één aflevering zat er een Wilhelm Scream en linksdraaiend TNA. Dus het was eigenlijk helemaal compleet. Bingo-kaart vol. Ja, voilà. En ik heb hem ook eindelijk in het nieuws gezien. Ja, het was een item over Ben Weitz in zijn pyjama. Nee, dat was linksdragend NVA was dat. Wat je daar Ja. Ik kast daarvoor liever. Ik ben nog nooit duizelig geworden van een mop, maar dit liever. Oh, dankjewel zeg, dankjewel. Maar dus, op welke dag was het?
12 maart, dacht ik. Ja, zoiets. Ja. We hebben het stukje mee. Hè. Misschien moeten we er eerst naar kijken wat er gebeurt. Wacht, of ik ga, nog niet? Ik ga eerst... Ja. Abba, ik was er dus bij als ze dat hebben opgenomen. Shot. Ja, 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 ik ben dan meegegaan en ik dacht van, ik ga ze wat foto's trekken en zo. Nu, daar hangen overal zo grote borden dat je geen foto's mocht nemen. Ik was natuurlijk stiekem aan het proberen. Oh. Maar Hetty werd er al helemaal gek van. Nee, nee, de regels zeggen dat het niet mag. Dus, allee, ja, fijn. Wat een Hetty-imitatie. Ja. Ja. Je hebt een hele soundboard en dan toch ga je het zelf doen. Oh god, je hebt gelijk. Ze stond daar dus, ze was helemaal in de wolken. Ze had ook een eigen loge gekregen en alles. Ook al had ze maar 3 zinnen. Maakt niet uit, alles was vol een bak. En ik stond eigenlijk achter de camera de hele tijd teken te doen. Rustig. Rustig. Maar dat doe je meestal ook, als er geen camera is. Regie-instructies. Nee, maar ze doen de hele tijd zo, ook zo na elke ding van naar mij kijken. Ja, ja, ja. En ik, kalm. Trager praten. En ja, voilà, dit is hem dus geworden. Hè. Kun jij, voordat we de scène start, een beetje context geven? Het is in de winkel. Voor de mensen die niet naar thuis kijken, dat is een beetje het punt. Het is nu niet dat ik zo'n... wacht, hè. Het is een winkel en die heet Vita. En daar worden allemaal gezondheids... producten verkocht en dingen op natuurlijke basis. Heel wetenschappelijk en, allemaal. Ja, 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 dat is top. En de mevrouw die in de winkel staat, ik ben nu even haar naam kwijt, die heeft het enorm, enorm, enorm druk. Want ze zijn die eigenlijk eerst met 2 begonnen, maar 1 van de 2 heeft een ander in de steek gelaten. Enfin, ze drama, moet dat nu allemaal alleen drama. Doen. En het is te veel. Top. Dus de vibe is, het is te veel voor de madame. Ja. Iemand komt moeilijk en doen. Dan, en dan Hetty. Dan komt Hetty ook nog een keer de winkel binnen. Oké, hier gaan we. Dank u wel. Ja, waarmee kan ik u helpen? Hallo, mijn zus heeft nogal gemakkelijk last van Roos. Ik vroeg mij af of dat wel goed is voor haar. Dat is... Nee, ik kan u een andere geven. Wacht. Voilà, deze is beter. Oké, dank u. Ik ga die nemen. Dat is super. Hoeveel moet ik u? Die is 9 euro, alstublieft. Voilà. Ja, dank u wel. Voilà, nog een euroke terug. Merci. Zou jij dat kunnen inpakken voor mij? Het is een verjaardagscadeautje. Ah, ja, wij werken niet met zo wegwerp cadeaupapier. Maar ik heb daar een tafeltje en daar ligt zo oud krantenpapier en touw en dan kun je zelf een cadeau maken. Oké, speciaal. Maar wel leuk. Merci. Ja, top. Wat ja. Was die speciaal? Maar wel leuk. Maar wel leuk. Ah ja, oké. Ah ja, maar dus het is lastig voor haar dat de klant er is, maar de klant blijft wel heel vriendelijk. Dus het is niet dat Hetty echt moeilijk nee, moest nee, doen. Nee, 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 nee. Natuurlijk okay. Niet. Hetty is nooit moeilijk. Het is al een klein wonder dat ze iemand durft aanspreken in de winkel om te vragen of dat goed is. Maar Hetty, haar personage, gaat iemand anti-roos shampoo als cadeau geven. Ja, en niet alleen dat. Dat moet ook nog ingepakt worden, gelijk een cadeau. En... Haar zus krijgt dus voor... een gelegenheid, anti-roos shampoo. Je krijgt anti-roos shampoo in krantenpapier. Maar je voelt toch al... Because nothing says I love you more. Ja, je voelt toch al het drama in daggezinnen. Speciaal. Ze zijn een spin-off aan het... Ja. Ah, ze zijn een spin-off aan het voorbereiden. Natuurlijk. Ah, ja. De kiem is geplant. Hetty en haar moeilijke zus. Boing. Ja. Voilà. Maar de spin-off van thuis die dan ergens anders zit. Oepenender. Ja, Oepenender. Ja, de meeste verhaallijnen zijn ook Oepenender natuurlijk in de soaps. Dus, dat ja, klopt met de recente richting dat thuis uitgaat, had ik gedacht van oei, ik hoop dat Hetty geen scène krijgt die wat risqué is of zo. Want het is toch schering en inslag. Ik volg het niet, hè, maar ik heb in de krant gezien van, ja, ja. Oh mijn god, een verkrachting in thuis of een dit in thuis of een dat in thuis. Dat is zo ik weet heel... het niet. Dan had de dialoog had wel recht gebleven. Speciaal, maar wel leuk. Nou, wauw. Oké, okay, die komt dan ook in het soundboard. Allee, ja, voilà, goed. Hetty is er niet... Je weet eigenlijk nooit, misschien komt de dag dat er een keer niemand van ons kan bij zijn, Jeroen. Dus het zou kunnen dat er een live is en dat iedereen ziek is. Maar als ik me niet vergis, Jeroen, hoeft dat geen probleem meer te zijn? Ik heb een paar dagen geleden een stom idee gehad dat me veel te veel tijd gekost heeft. Ik dacht, omdat we al een jaar over AI aan het praten zijn, van wat als ik nu probeer om een podcast te maken en
ik probeer dat volledig met AI te doen. Van de muziekjes tot de stemmen. Ik heb er niemand voor nodig. Wat als we morgen allemaal doodvallen? Ik werd een bevrijdende gedachte. Heel fijn. Ik weet dat ik dat nu tegen dingen aan het zeggen ben. Wat als we morgen allemaal weg zijn? Kunnen we dan een Nerdland maandoverzicht maken waar er niemand van merkt dat het AI gegenereerd is of niet? Ja? Ik heb dat gemaakt met de tools 11 Labs. Daar hebben we al eens mee gespeeld in de podcast. Met Suno.ai voor de muziek. En met Audacity. Het enige dat ik gedaan heb, is stukjes gegenereerd en die aan elkaar geplakt. Ja? Er zit geen enkele morzel, milliseconde echte stem in. Ja? Het is allemaal vanuit tekst. Het is allemaal vanuit tekst verbonden. En de input van het systeem waren een hele hoop aparte sporen van onze podcast die mij zijn aangeleverd door partner in crime Els Aerts. Ja? En wij weten van niks. Jullie weten van niks. Jullie hebben dat nog nooit gehoord. De enige persoon die het al gehoord heeft, is ik. Ben dit ik. Gaat een juridisch staartje krijgen. Dit gaat een juridisch staartje krijgen. Ja. Hans Rieder. Wat dingen voordat we beginnen. Ja, één. Ik heb wat opmerkingen op voorhand. Eén. Het gaat snel en het is plots heel intens. That's my middle name. Kan er niet aan doen. Ja. Twee, het neigt vaak naar een Nederlands accent. Ja, die 11 Labs probeert een algemeen taalmodel te gebruiken en je merkt dat dat is getraind op Hollandse stemmen. Dus af en toe gaat er iemand een soort van naar Hollands gaan. Ja? Twee, AI kan niet lachen. Ja. Maar dat is niet erg. Dat ga je heel hard merken. Ja? Ja. Stap vier, belangrijk vier, Kurt is mislukt. Ja, story of my life. Ja. Ik kan het niet anders zeggen hoeveel data dat ik ook van Kurt in 11 Lab stak. Hey. Hij gaat eruit komen zoals je hem yes, zodra gaat doen. Mijn job is veilig. Ja. Ja. Er is geen microfoon die Kurt goed kan opnemen. Vijf, er is een nieuwe teamsong gemaakt met AI. En daar moet ik wel van zeggen, move over Johnny Trash, move over Reggie, want de nieuwe teamsong, it slaps. En dat is met Suno. Dat is met Suno.ai. Ja. Ja. Goed, ik ga het nu opzetten. Ik ga even vragen aan iedereen om de micro toe te doen, want het gaat soms heel snel. We gaan kijken wat dat er van gaat komen. Niemand heeft dus al gezien. Als het te snel gaat, dan herhalen we het. Je moet het geluid ook meteen openzetten. Er is eerst... En wij zijn nog nooit voor correctie gestreerd. Dit is het Netflix. Netflix. Maandoverzicht. Hey iedereen, welkom weer bij een nieuwe Nerdland Maandoverzicht podcast. We zijn vandaag 16 april 2024. We zitten hier samen in de Arenberg in Antwerpen. En we kijken vandaag terug op het wetenschapsnieuws dat ons de voorbije maand bereikt heeft. En wij dat zijn vandaag... Hetty Helsmortel. Hey lieve. Jeroen Baert. Hey iedereen. Els Aerts. Hey. Bart van Peer. Dag lieven. Kurt Beheid. Hallo. Marian Verhelst. Hoi. Peter Berks. Ik hou van garum. En Natta Kerkhoff. Hey schatjes. Dankjewel iedereen. Goed, dan vliegen we erin en wel hiermee. Hetty, ik heb gehoord dat er deze maand weer CRISPR-nieuws is. Vertel. Jazeker, lieven. Blijkbaar zouden Chinese wetenschappers erin geslaagd zijn om voor de eerste keer testikels op neuzen te crisperen. Wat? Testikels op neuzen, Hetty? Ja, lieven, testikels op neuzen blijkbaar. Het is China, dus er is nog heel weinig over bekend. Maar als dit waar is, jongens, toch? Wat gaan we dan nog allemaal meemaken? Dit is veel te vroeg. En is dit wel eerst op muizen getest? Ja, jongens, en testikels, het is nu ook niet direct mijn winkel, maar... Maandoverzicht podcast. Ik ga hier even terugsporen, want je mocht de mop van Els niet missen. Wacht. Ja, jongens, en testikels, het is nu ook niet direct mijn winkel, maar volgens mij ziet je dan ook geen zak. Ja, maar alle gekheid op een stokje. Er moet natuurlijk wel nagekeken worden of er bij dat crisperen geen gevaarlijke neveneffecten zijn. Haha, ja, gevaarlijke neveneffecten. Zoals bijvoorbeeld Jelle de Beulen als hij weer te veel gezopen heeft. Een hele luide lach. Dat is natuurlijk wel waar, dan is hij gevaarlijk. Goed, Hetty, bedankt. Dan gaan we over naar de insectenwereld, want er is uiteraard ook insectennieuws, niet waar, Peter? Dankjewel, lieven. Ik ben heel blij dat ik nu met artificial intelligence eindelijk in het lang en in het breed over insecten kan vertellen, zonder dat er mij iemand onderbreekt. Want in deze virtuele wereld beslis ik namelijk zelf of ik onderbroken kan worden. En dat kan dus gelukkig. Nee, we kunnen je nog perfect onderbreken. Ik denk nu eigenlijk wel dat dat nog wel lukt. Haha, ja, helaas Peter, sneller zijn de volgende keer. Goed, we hebben nog tijd voor enkele korte nieuwsjes. Kurt, onze site is blijkbaar gehackt. Ja, lieven, onze website is gehackt, omdat we zijn vergeten ons SSL-certificaat te vernieuwen. SSL, dat staat voor Secure Sockets Layer, en dat is eigenlijk een technologie
technologie. Allee, het is te zeggen, dat heeft te maken met public-private key cryptografie. Dat is iets dat is uitgevonden. Kurt, ik ga je daar moeten stoppen, want je bent in de recursie aan het gaan met je uitleg en je klinkt plots als een Hollander die een beroerte krijgt. Dan denk ik dat we rond zijn. Dat is alles voor deze maand van ons. Koop tickets voor ons Nerdland Festival. Bedankt om te luisteren en ik bedank natuurlijk ook Eels Aert. FC De Kampioenen is beter dan Dr. Wu. Hetty Helsmoortel. Nee, lieve, nee. Jeroen Baart. Ik hou van Elon Musk. Bart van Peer. Ik denk dat dit illegaal is. Marian Verhelst. Ik buis al mijn studenten. Nata Kerkhofs. Ajus Truus. Peter Berks. Ik hou van Jaroen. En Kurt Beheit. Voor 100 flappen, dan zeg ik u wie de mol is dit jaar. Tot de volgende keer en dag. Kijken we dan nu. Swap. Applaus voor Jeroen Baart! Ik kan echt niet weten hoeveel werk dat geweest is. Ik had dat idee woensdag en ik heb sindsdien niet meer geslapen. die stukjes daaruit krijgen is goed, maar je moet basically 10 keer iets proberen en dan komt daar iets goed uit dat bijna oké klinkt. En dan heb je Kurt die er nooit goed uitkomt. AI denkt dat je een Hollander bent en wilt dat niet anders. Sorry, een Nederlander, mijn excuus. Ik vind vooral dat zo de R, die doen heel veel. Like, ja. Het jaar R die weg is, u R, ja. en die van Peter ook. Ja. Maar goed, dankzij de garen... Maar het kan dus. Volgens mij kunnen we hiermee wegkomen. Ik denk het ook, ja. Wat vraagt dat ding qua vergoeding? Een maand 11 Labs abonnement. Als je dat kunt terugbetalen, ga ik blij zijn. Een ton kapotte gsm's is eigenlijk genoeg als prijs. Voilà, maar daarmee hebben we alles gehad voor vandaag. Allee. Maar natuurlijk zijn er wel nog een paar aankondigingen, zoals bijvoorbeeld het Nerdland Festival dat eraan komt. Het programma staat volledig online. Ik zou zeggen, ga daar eens door gaan surfen. En als je begint te watertanden zoals wij, dan is het absoluut iets voor u. Op het Nerdland Festival programma, wat heb ik allemaal gezien? Het gaat van Lego tot kwantummechanica. Dus je kunt echt uit de Lego-tent stappen de kwantummechanica talk binnengaan. We hebben Cosmologie voor Kids. Dat is een show met muziek en tekenen. No Such Thing as a Fish komt terug met de podcast. Yay. Peter heeft een talk over mieren. Ja. Je hebt maar een uur, hè, dat weet je. Ja, helaas. Ik weet het. Oké, en waarover gaat het precies, de mieren? Mieren, dat heb ik mieren, niet. Mieren, hè. Gewoon mieren. Gewoon mieren, ja, voilà. Alle mieren. Op het einde een heel controversieel stuk waarin dat Peter vraagt of het mier of minder moet zijn. Mier. Maarten Wijn over bier... hij heet Maarten Wijn en hij brouwt bier en het bier heet Wijn. Maar voor de rest is alles duidelijk. Maarten Wijn is wordt de nieuwe vice-rector van de Universiteit van Antwerpen. Nieuwe, ja. En die komt als een baarden op het festival. Dus de vice-rector van de NIF van Antwerpen komt eigenlijk bier schenken, maar ook heel veel uitleg geven over brouwprocessen en smaaktesten enzovoort. Toby Kooijman, kent iemand Toby Kooijman? Dat is de broer van Rutger Kooijman. Is dat zo? Ik weet dat niet. Nee, Toby Kooijman is wiskundige en cabaretier in Nederland. En die heeft eigenlijk een hele cabaretshow over algemene onderwerpen, maar ook over redelijk nerdy en wiskundige onderwerpen. En ik heb die show al gezien en ik dacht van, dat is nu echt iets voor het festival. Ik heb daar heel hard mee gelachen, vooral met de specifieke nerdhumor natuurlijk. En die komt ook naar ons festival. Ik zag een workshop staan, speelgoedfotografie. Maar het is doorlopend. En speelgoedfotografie leren ze eigenlijk kinderen hoe dat je... met je speelgoed een soort epische scène kunt bouwen en dan met zo'n leeslamp de juiste lichtinval geeft, cool. Met zo wat achtergrond en dan met scherptediepte, dus met een reflexcamera, met scherptediepte daar eigenlijk een soort epische macrofoto van kunt nemen. En ik heb gezien van zo'n soort Playmobil Indiana Jones die met een speelgoed Tyrannosaurus aan het vechten was, maar zeker met die scherptediepte kreeg dat echt zo'n dingetje. Ik deed dat als kind met mijn Lego ook, maar ik had geen camera, dus ik ging gewoon met mijn kop in dat kasteel liggen. zo proberen een beeld rondje te maken. Weer met zijn kop in het kasteel. Zo kwijldraad ook, langs al die Lego-blokken. Ja, voilà. Er is weer een Scheire en de Schepping live op het podium. Op vrijdagavond zal dat zijn. En we gaan zelfs een De Slimste Mens live doen. Nee, een Slimste Nerd. Een De Slimste Mens nerd. De Slimste Nerd. Nerds zijn ook mensen, Els. Maar heel bijzondere mensen. Ja, voilà. En Erik van Looy komt dat presenteren. En we gaan eigenlijk een volledige slimste mens versie spelen. Ik merk dat we elk jaar meer Play 4-programma's op dat festival aan het zetten zijn. Ik trek de lijn bij de verhulstjes live. Misschien liggen die al vast. Ik wil dat dan nu te boek staat. Nee. Ja, en wat doet dat dan zo'n Arduino?
We kunnen dan wel die bordjes met ja, nee gewoon automatiseren eigenlijk. All right. Ah, en ook belangrijk, ook, ik doe mijn AI-show ook op het Nerdland Festival. Lieven heeft een AI-show en ik doe mijn AI-show ook op het festival, letterlijk onder de naam Die Andere AI-show. Wat dan een werktitel was, maar it stuck. It is gewoon... ja, en ik ga misschien zijn voorprogramma doen, dat weten we nog niet. Dat gaan we nog zien. Los daarvan zijn we nog op tournee. Hattie is op tournee met Missy. Enfin, als ze niet ziek is. Maar, Nee. Het is vandaag dus aan het rusten, zodat ze hier morgen kan knallen. Hè. Ah, staat ze hier morgen? Ja, morgen. Wat? Yep. Staat ze morgen hier in de Arenberg? Oh, we zullen wat kudos verspreiden in de hele zaal. Beste luisteraars, hier volgt een mededeling vanuit de montagekamer. Hey iedereen, Jeroen Baert hier vanuit de montage. Het is om nog even te vermelden dat op 19 april Hattie met haar missie 2023 in de Capitool in Gent staat. Dus op het moment dat hij dit luistert, kan je daar nog tickets verkopen. Het is haar grootste show tot nu toe, dus het zou extra leuk zijn, zouden we die zaal helemaal vol kunnen steken. Alle tickets en info, onder andere voor die 19 april in de Capitool, dus op www.hettiehelsmoortel.be. En voor de volledigheid, ik zelf geef ook nog lezingen. Het voorjaar zit gezellig vol, maar in het najaar zijn er nog mogelijkheden? www.jeroen-baert.be. Einde bericht. Oké, en dan hebben we ook nog een echte sponsor. Het is een sponsor die al eens gesponsord heeft. Jazeker, het is Dekimo. Voor de mensen die het nog weten, Dekimo heeft ons ooit al gesponsord en die hebben toen een Dekimo Challenge gedaan. Even zeggen wie dat Dekimo is. Dekimo, die maken, ja, een softwareontwikkelaar, elektronicaontwikkelaar, die maken eigenlijk voor verschillende kantoren maken die printplaten en embedded software. En er is waarschijnlijk al dingen die je gebruikt hebt waar dat Dekimo stuff in zit. Verkeerslichten bijvoorbeeld, niet het meest populaire voorbeeld. Bordjes gemaakt voor bij mij in het labo. Ah, voilà, bordjes voor okay. Marianne in het labo. Maar niet dat gratis, voor mij... niet als sponsor. Ja, voor mij was dat een soort... Ik heb printplaten al gezien. En voor mij was dat altijd zoiets als dat gemaakt werd door de elfen ergens in de verte. En wat dat zo heel onbereikbaar was als consument of gelijk wat. En toen kwam ik op Frightcamp, dus het hackerfestival in Sint-Joris-Weert, om de 2 jaar in de zomer, waar ik het vorige keer over gehad heb. En die zeiden, ja, we hebben een printplaat laten maken voor ons festival. En die had echt zo compleet customized, een printplaat met een logo. Een badge op, eigenlijk, hè. En volledig zelf een badge en zelf ontworpen waar dan een chip in moest. En dat was de eerste keer dat ik besefte, ah, maar ja, je kunt dat ontwerpen en bestellen. Iemand moet dat tekenen, hè. En Dekimo is trouwens de hoofdsponsor van Frightcamp ook. Ah, en ze leveren ook de printplaten die dan badge... Want dat is zij doen mee de productie daarvan ook, ja. Dat is dan het coole op Frightcamp. Dan lopen daar zo kinderen rond met zo een badge. Maar dat is dan eigenlijk gewoon een printplaat waar je een laserlampje of een infraroodlampje op kunt zetten. En dat wordt dan een geweerje kunnen daarmee schieten. En, ja. En het is niet kankerverwekkend. Dat dit, Nee, het geeft wel licht. Om zichzelf op de kaart te zetten, doen zij een Dekimo Challenge. In 2022 hebben we die ook gepromoot. Toen was het een wiskundig probleem over faculteiten. Tussen 100 faculteiten en 999 faculteiten. Hoe je dat snel kunt berekenen op een Arduino. De nieuwe challenge is met Line Racing. We hebben het daar misschien ooit over gehad. Basically een klein systeempje. Zo snel mogelijk een lijn laten volgen op een parcours. Dat is een van de onderdelen van de RoboCup ook. Voilà. Voor jongeren dan. Je trekt een zwarte lijn op een groot wit vlak. En dan moeten ze zelf een robotje ontwikkelen dat eigenlijk met sensoren die zwarte lijn kan volgen en de bochtjes pakken en zo. Wel, als je hier aan meedoet, krijg je thuis een Arduino opgestuurd en kunnen die proberen programmeren om zo snel mogelijk dat parcours af te leggen. Je kunt die parcours ook virtueel online gebruiken, zodat je geen heel garage de lijnen moet trekken. En ze doen een oproep om daaraan mee te nemen. Er zijn gedetailleerde wedstrijdinstructies online. En dus de snelste wint. Dat is een beetje het punt met een race. Maar je mag nu... Elk toestel dat je een maximum snelheid heeft. Wel, je mag dus niet uw Arduino tunen om een opgedreven Arduino. Ja, moet op de rollen staan eerst. Ja, de snelste wint als in het algoritme. Dat het algoritme kan dat snelste door de dingen schat. Van de sensoren kan verwerken en de motoren kan aansturen. Het is een software challenge. Ja, het is geen een hardware challenge. Ja. Oké. Nee. Maar je mocht hem wel implementeren op een Arduino-bordje dat je thuis krijgt. Dat is het hele punt. Voilà. En je vindt alle info op dekimo.com/challenge. De vorige keer zeiden ze dat ze enorm veel respons hadden gehad van ons geweldig nerdpubliek om aan die challenge deel te nemen. Dus als jullie het terug willen kapotmaken, dit is het moment. Waarom sponsoren zij? Willen zij hun product in de kijker zetten of zoeken zij mensen om bij hen te komen werken? Zoals altijd zijn ze op zoek naar nieuw talent. Dus je kunt bij hen gaan werken. Die hebben kantoren in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. En in België zitten ze rond Gent, Kortrijk, Leuven en Turnhout. Dat is eigenlijk overal een beetje. Maar wij hebben nu al heel veel sponsors gehad, maar dan deze is een dat bij mij echt
blijft plakken. En ik denk dat dat komt door een jingle. Tegels, natuursteen, parket, tekimo. Wow. Printboard, software. MOSFET. Nee, Kimo. Ja. Voilà, maar dus als je daar gaat werken, dan werk je aan printplaten en software voor op die printplaten. Ze hebben onder andere producten die mee naar de ruimte gereisd zijn. Ja. Zij leveren aan satellietleveranciers enzovoort. Dus als je daar... Ja, of voor wetenschappelijke experimenten. Hè. Ah ja, voilà. Dus zij leveren de elektronica voor een wetenschappelijk experiment dat dan met de ESA-raketten zelfs mee naar de ruimte geschoten wordt. Voilà, je kunt eigenlijk werken aan ontwerpen en dingetjes die uiteindelijk tot ruimteonderzoek leiden of die tot de badge van het Frightcamp kunnen leiden. En dus de challenge, ga vooral kijken. Het was Dekimo. Dekimo.com/challenge, lieve. /challenge. En dan kan je een software challenge meedoen om een zo efficiënt mogelijke virtuele line tracer follower... Line racer. Line racer follower woorden spreken robot te kunnen doen. Op je virtuele tegel parket. Al jaren maak ik printplaten alsof ze voor mijzelf zouden zijn. Wacht, wat hebben we nog? Dekimo met K-I-M-N-O. Dat was nogal logisch. Zeg, nu dat we toch over jingles en product placement bezig zijn, Bart, gaan we het laten zien waar we zo zot van zijn? Oh. Ik vind het eigenlijk een nieuwe uitdaging voor de mensen van thuis. Ja. Ja. Backstory. Ze waren backstage super enthousiast over iets en ik was niet mee. Dus backstory, Jeroen. In 2003 is de originele Star Wars trilogie voor de eerste keer uitgezonden in Chili. Ja, een land dat blijkbaar nog nooit in zijn volledigheid had uitgezonden. De enige manier om dat uitgezonden te krijgen, om die rechten aan te kopen, was om genoeg reclame daarin te steken. Alleen de mensen in Chili, dat bedrijf dat voornamelijk gesponsord heeft, en het zal duidelijk worden welk bedrijf dat het is... had er niet beter op gevonden om die reclammetjes naadloos in de film te integreren. Ja? Bart en ik zijn een zeer grote fan van wat dat er gebeurt. Ik ga dus nu een stukje Star Wars laten zien. Oké, voilà. Eventjes op de dingen zitten. Je gaat zien wanneer dat er een product inkomt. Ja? Yes. I was once a Jedi Knight, the same as your father. I wish I'd known him. He was the best star pilot in the galaxy. And a cunning warrior. I understand you've become quite a good pilot yourself. And he was a good friend. Which reminds me, I have something here for you. Your father wanted you to have this. Cerveza cristal. Cerveza cristal. En je denkt, ze doen dat ene keer. Ja. Oh nee. Je denkt, ze doen dat twee keer. Voilà, hier, de ster daar. Friends is yours. It is pointless to resist, my son. Het hoeft niet moeilijk te zijn, hè. Mevrouw, hebt u nog anti-roos shampoo? Nee, ik heb iets beter. Cerveza Cristal. Nieuwe opdracht voor thuis. Ik ga een keer moeten bellen, want die mannen van Cristal Alk. Ja. Een beetje Ja, dat gaat een beetje Cristal. Anders klinken. Hè. Cristal. Mevrouw, hebt u nog anti-roos shampoo? Een beetje Cristal. Ja. Alright, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze live podcast. Ik bedank natuurlijk Bart van Beer, Peter Berks, Kurt Beheij, Nata Kerkops, Marian Verhels, Els Aert. Met veel plezier. Hedy Heldwortel in de sound. Met veel plezier. Jeroen Baart. En dat hij ons kan horen tot backstage, Puntje de Jullie allemaal heel erg bedankt om te komen tot in de Arenberg of om te luisteren tot hier. Dag.